Goedenavond, dames en heren, collega raadsleden, fractieassistenten, wethouder, mensen in de zaal en eventueel kijkers thuis. De portefeuillehoudersronde, de heer Helema is aanwezig. Het voorstel is om in een viertal rondjes te maken en de onderwerpen dus samen te voegen. Ook voor de wethouder is dat wenselijk vanwege de ambtelijke ondersteuning die je af en toe moet wisselen. Als we dan vier rondes doen, dan zou ronde 1 kunnen zijn ruimte, wonen en wijken en het grondbeleid. Tweede ronde het fonds verstedelijking Almere. De derde ronde de aanjaargelden en dan de vierde ronde de Floriade. Waarvan dan nog gezegd kan worden dat de heer Pol, als er vragen zijn die deze wethouder niet kan beantwoorden, de heer Pol om 9 uur kan aanschuiven. Ik stel ook voor om ergens in de tussentijd een pauze in te lassen van een paar minuten voor mensen die even naar het toilet moeten of wat anders. Als jullie dat aangeven dat je die behoefte hebt, doe dat vooral. Ja, steek je vinger op. Prima. Maar kunnen jullie je vinden in deze samenvoeging, zeg maar? Ik zal ze nog wel even opnoemen als we de volgende ronde ingaan. Ik begin van links naar rechts. En dan het volgende rondje begin ik van rechts naar links. Dan weet u ook de volgorde. Ik wil ze nog even noteren, de onderwerpen. Misschien is het goed ze nog even te noemen. Zal ik ze nog even noemen, de onderwerpen? De eerste is dan ruimte, wonen, wijken en het grondbeleid. De tweede ronde fondsverstedelijking Almere, met alles wat daarbij hoort uiteraard. Dan ronde 3 de aanjaargelden en als 4e de Floriade. Nou, dan gaan we beginnen. Begin ik op links, mevrouw Van Hoven van de VVD. Ruimte, wonen, wijken en het grondbeleid gaat u gaan. Dank u wel. Nou, alles wat we graag wilden qua ontwikkelingen op het gebied van wonen, dat lijkt nu uit te komen. En dat komt natuurlijk omdat we de crisis achter ons hebben gelaten. De stad bruist van verschillende initiatieven en dat geeft ruimte binnen de begroting en het NPGA. We gaan het NPGA hier niet bespreken, maar wel wat dingetjes met het grondbeleid. We zijn nog wel benieuwd naar hoe de woningbouwsegmentering straks bij het NPGA eruit gaat komen. Hangt ook wel een beetje samen met het grondbeleid. Nou, wij zijn eigenlijk heel erg tevreden over wat we nu allemaal zien. Zowel bij de sociale huurwoningen als bij de initiatieven op particulier gebied. Wij willen natuurlijk nog wel ons pleidooi voor de middeldure huur voortzetten. En dat is iets wat we niet zo goed terug zien komen in de begroting. En we weten dat er wel wat initiatieven zijn. En we zijn er nog steeds van overtuigd dat dit een positieve bijdrage levert aan de ontwikkeling van onze stad. En dat het ook een middel is voor bredere thema's. Dus bij Goud in Almere denken we ook dat middeldure huur een oplossing kan zijn. Of andere wijkontwikkelingen waar we mevrouw mee bezig van Hoof, zijn. Mag ik u onderbreken? Ik zie een hand van mevrouw De Zuma. Ik neem aan dat ze nog niet naar het toilet hoeft. Dus ik neem aan dat zij een verduidelijkingsvraag heeft. Gaat uw gang. Dank u wel, voorzitter. Ik hoor mevrouw Van Hoofs haar verhaal. En ik vraag mij af, heeft u het RIGO-rapport niet gelezen? Waarin staat dat de middeldure huur, dat we er eigenlijk te veel van hebben. Mevrouw Van Hoofd, gaat u aan. Ja, ik had inderdaad nog een opmerking over het rapport. Omdat je ziet dat wat er in het rapport naar voren komt, een andere perspectief geeft op wat we tot dusver hebben besproken. En dat gaat eigenlijk over heel veel thema's. Dus dat gaat over behoeftes die we nodig hebben. Zeker voor bijvoorbeeld ouderen. Het is vorige week bij de bespreking van Goud in Almere ook al eventjes aan de orde gekomen. Dus het lijkt ons verstandig dat wij wel op een andere manier in gesprek gaan over het RIGO-rapport. Het wordt in de begroting genoemd. We hebben het inmiddels ook toegezonden gekregen. Maar het lijkt me niet verstandig om daar dan nu op dit moment ook een inhoudelijk gesprek over te voeren. Maar het is wel iets wat wij heel graag willen bespreken. Mevrouw De Zuma, gaat u gaan. Dank u wel, voorzitter. Ja, omdat dat wat u net aandraagt zo haaks staat op wat er in het rapport staat dat we zouden moeten doen. Dus vandaar dat ik me afvraag, is het dan nuttig om de visie zoals u die nu neerlegt en die door het rapport wordt ontkracht, om daar nu het voortouw mee te nemen, terwijl we een heel ander type woningbouw nodig hebben.
uiteraard vanaf. Ja, dat mag u vinden. Wij vinden echt dat deze stad veel te weinig middeldure huur heeft. Je ziet dat mensen die op zoek zijn, zeker overloopgebieden uit Amsterdam en zo, dat die hier niet makkelijk terecht kunnen. We hebben een onderontwikkeld segment en we hebben eerder, of nou is onderhand alweer een jaar geleden denk ik, bij die klankbordgroep grondexploitaties het gesprek gevoerd over wat er nodig is en welke kant het op moet gaan. Dus daarom breng ik het hier ter tafel en wellicht heeft de wethouder een heel erg interessant antwoord waarom middeldure huur niet is genoemd in dit verhaal en kunnen we daar dan op verder. Ja, ik begrijp dat u nog wilt reageren, maar ontspint zich zo wel een hele discussie tussen twee personen. Nou, ik wilde alleen nog even toevoegen. Ik geef u nog even één keer de kans. Gaat u gaan. Dank u wel. De middeldure huur wordt dus wel genoemd als zijnde niet nodig. En voor die ene woning waar u naar op zoek bent, naast mij staat er al 3 maanden eentje leeg. Dus misschien dat die mensen die die woning zoeken daar terecht kunnen. Ik hoorde geen vraag. Ik zag nog de hand van de heer Jansen. Die heeft waarschijnlijk ook nog een verduidelijkingsvraag. Gaat u gaan. Ja, voorzitter. Het RIGO-rapport zegt inderdaad dat eigenlijk de huidige plannen voorzien in de behoeften voor de komende 10 jaar. Voor die prijsklasse, hè, woningen boven de 192.000 euro. Dan is mijn vraag eigenlijk aan de VVD. Normaal gesproken dan loopt u altijd weg met rapporten die ook het college verstrekt. Dat is altijd het referentiekader waarop u uw beslissing baseert. En nu is eigenlijk het verhaal dat u het rapport dus gewoon niet gelooft of ontkracht. Want u pleit hier net in uw opening voor meer woningen in het segment waarvoor volgens het rapport al voldoende voorhanden is in de huidige planning. Dus kunt u dan aangeven waarom dit rapport uw inziens blijkbaar een andere conclusie trekt dan hetgeen wat u eruit haalt? Mevrouw Van Hoof, gaat u gaan. Ja, dank u wel. Ook nog even reactie op de SP. Natuurlijk heel fijn dat er dan weer 1 individuele casus als leidraad wordt gegeven voor een oplossing die voor de hele stad zou gelden. Wat wij proberen te doen is kijken naar trends in deze stad en in dit land. En op basis daarvan proberen we ons beleid zo goed mogelijk te maken. Een jaar geleden hebben we met elkaar een gesprek gevoerd, onder andere via de klankbordgroep grondexploitaties. Daar zijn een aantal verschillende onderzoeken samengevoegd. Dat is een bepaalde kant op gegaan en daar is onze, daarvoor begonnen wij al over die middeldure huur. Wij willen graag in gesprek over dat rapport. Lijkt me een uitstekend idee, maar ik weet niet waarom we dat op dit moment zouden moeten doen. Omdat het een verwijzing is in de begroting. Dus als wij nu alleen maar over het RIGO-rapport gaan praten, dan gaan we niet praten over alle andere agendapunten die we nu hebben. En ik heb inderdaad eerst nog wat vragen die ik beantwoord wil hebben voordat ik daar met een mening of een reactie op kom. Gaat u verder met uw betoog? Nou, dat even kijken, wat had ik allemaal gezegd? We hadden nu ruimtewonen en grondbeleid. Ja, volgens mij was dit het eigenlijk wel. Wij zijn eigenlijk heel erg tevreden over wat er tot nu toe is gebeurd. En graag een reactie van de portefeuillehouder op het deel middeldure huur, waarom dat verder niet geadresseerd wordt. En dan komt de rest straks. Dank u wel. Dan ga ik naar de heer Jansen van de PVV. Ja, dank u wel, voorzitter. Allereerst hebben wij als PVV een constatering gemaakt. Als wij kijken naar de programmabegroting, dan zien we op een gegeven moment dat in paragraaf 2.10 wordt verwezen naar paragraaf 3.5. In 3.5 wordt verwezen naar 3.10 en vervolgens in 3.10 weer terug naar 3.5 enzovoort enzovoort. Dus wij trekken er eigenlijk de conclusie uit dat het best wel schimmig is gemaakt richting raad om hier een goed zicht op te krijgen. Dus we willen wel aan het college meegeven. Misschien is het handig als u in het vervolg wat minder verwijzingen doet die tegenstrijdig aan elkaar zijn. Want anders blijf je namelijk door het boekwerk heen en weer bladeren. En het is al zo lastig te lezen. Als wij kijken inhoudelijk naar ruimte, wonen en wijken, dan zien we dat er in de periode 2015-2019 zo'n 2000 betaalbare sociale woningen met een lage huur gepland staan. Daarnaast blijft het woningbouwprogramma op hoog niveau om te voldoen aan de grote vraag naar koopwoningen. U kent onze stellingname. U weet dat wij altijd zeggen, bouw voor Almeerders eerst en later pas voor andere mensen. Ik weet dat het college daar anders tegen aankijkt. Alleen wij zien nog steeds een enorme groep Almeerders die op dit moment geen betaalbare woning kan vinden. En dat vinden wij verschrikkelijk. Ik hoop ook dat het college eindelijk eens een keer dat gaat erkennen. Want het kan niet zo zijn dat mensen 6, 8 jaar of langer op de wachtlijst blijven staan. Wij zien ook dat de nieuwbouwprojecten die geleverd worden in Stadstuinen, Nobelhorst en Kustzone Poort. Daarnaast zien we
Het RIGO-rapport werd net ook genoemd. Daarin wordt gezegd dat er in een segment boven 192.000 euro eigenlijk voldoende, om het maar even zo te zeggen, in de pipeline zit voor de komende jaren. Als je dan kijkt naar hetgeen waar we nu mee bezig zijn, de exploitaties die openstaan, de plannen die we hebben. En je gaat ook kijken naar nieuwe projecten die we nog gaan opstarten. De Floriade woonwijk die er met alle geweld moet komen, waar wij overigens tegen zijn. De plannen bij kustzone, haven enzovoort enzovoort. Dan is de vraag wel, als we daar dezelfde programmering aan gaan koppelen als we op dit moment hebben in openstaande trajecten, dan ben je ongelooflijk veel aan het bouwen waar op dit moment minder vraag naar is. Dus de vraag aan het college is, deelt u die mening of ziet u daar andere plannen? Want het rapport spreekt in principe voor zich. Dus kunt u aangeven waarom dan toch al die nieuwe plannen zouden moeten doorgaan met die woningbouwkeuze? Even zien. Wij lezen ook dat er sprake is van instroom van bijzondere doelgroepen in de verschillende wijken. Daar wordt 700.000 euro voor uitgetrokken. Klopt het dat u hier bedoelt statushouders? En zo ja, waar is die 700.000 euro dan op gebaseerd? Want het is wel specifiek noemen waar het staat, dan kunnen we het ook even... Het staat bij het onderdeel focus aanpak in de wijken. 700.000 euro voor onder andere... Welke bladzijde heeft u het over? Ik heb geen bladzijde, ik lees gewoon vooruit het stuk. Ja. Onderwerp focus aanpak in de wijken, 700.000 voor onder andere instroom bijzondere doelgroepen. Dus ik wil graag weten, zijn dat inderdaad statushouders? En zo ja, waar komt in vredesnaam het bedrag van 700.000 euro vandaan? Even zien, Fonds Verstedelijking komt zo meteen aan de beurt. En dan kijk ik nog even naar de grondexploitatie. Het grondbeleid was nu wel, geloof ik, voorzitter. Ja, klopt. In paragraaf 3.4 wordt de VPB wordt voor de komende jaren gelijk gehouden. Omdat volgens het college nog niet helemaal duidelijk is hoe de afspraken zijn met de fiscus. Dat is natuurlijk wel op zich apart, want die 28,7 miljoen is wel ergens op gebaseerd. En het is dus vreemd dat we wel uitgaan van hogere opbrengsten de komende jaren, maar de belastingdruk hetzelfde houden. Kan het college aangeven waarom die knip is gemaakt? Als je uitgaat van het een, zou logisch de consequentie het ander ook moeten zijn. En u maakt daar zelf een knip in, dus kunt u uitleggen waarom u die knip heeft gemaakt. En we zien ook nergens in de stukken dat er alvast rekening is gehouden met de financiële consequenties van de uitkomsten van het rapport van RIGO. Er wordt wel melding van gemaakt, maar u houdt geen rekening met de uitkomsten. Wij zouden graag willen weten van het college, waarom heeft u hier geen rekening mee gehouden? Komt het nog naar de raad toe en zo ja, wanneer? Of zegt u van ja, op dit moment neem het voor kennisgeving aan. We doen er verder niets mee. Daar willen we graag een antwoord op. Dank u wel. Dank u wel. Ik zag een hand bij mevrouw Van Hoofd van de VVD. Met waarschijnlijk een verduidelijkingsvraag. Gaat u gang. Ja, klopt. Ik dacht dat 3.4, dat deel zeg maar, over de financiering, dat in een andere ronde aan de orde komt. Dus dat wil ik even checken. Volgens mij hoort het bij het grondbeleid. Dus, Nee, het staat bij. Ik wil mijn vraag best wel daar herhalen, voorzitter. Ja. Maar hij hoort bij het grondbeleid, volgens mij. Ja, 3.4 is dus een andere zaal. Dus ik denk dat u het antwoord hier niet gaat krijgen. Is duidelijk, dank u wel. Okay. Dan ga ik naar de heer De Leeuw van AP Opa. Gaat u gang. Dank u wel, voorzitter. Kijk, als je een papje moet klaarmaken voor als druïde voor je stam, dan gebruik je graag heldere ingrediënten. En er zijn een aantal dingen die ik zeker weet. En er zijn een aantal dingen, daar ben ik echt een beetje zo langzamerhand op een dwaalspoortje geraakt. Wat weet ik bijvoorbeeld zeker? Het aantal ouderen in de gemeente Almere zal de komende jaren behoorlijk gaan stijgen. Wat weet ik ook zeker? We hebben zwaar tekort aan daarvoor geschikte woningen. Ik weet niet beter als dat we zwaar woningen tekort hebben in de middensector. Ik constateer dat zelf, want... Ja, ik kijk ook wel eens om me heen. Maar we hebben ook zwaar tekort aan sociale woningbouw. Dat weet ik ook zeker. Ik weet ook zeker dat het aantal woningzoekenden sinds het begin van deze periode nog
op een bepaald getalletje stond en nu staan we hoger. Ik weet daar zeker van dat er een aantal invloeden zijn geweest, want daar was ik ook bij. Maar ik zie het gewoon niet afnemen, ik zie het toenemen. En dat baart mij grote zorgen. En dan zie ik ook nog een keer bij de algemene beschouwingen een conflict, een verschil tussen 200 en aan de overkant 2000. En dan denk ik, deze arme druïde, wat zal het nou in godsnaam zijn? Weten we zelf wel waar we mee bezig zijn. Ik heb het hier, één van de twee snapt het niet zo goed. Nou, ik snap het ook niet goed. En ik zou nou wel eens klippenklaar van de wethouder horen, waar staan we nou? Wat is nou gewoon, en dan in heldere soep graag. Gewoon, niet onvloers, nee, gewoon, dit is de status, dit is wat we hebben. We hebben voor mijn part 1000 sociale woningbouw. Of misschien heeft mevrouw de Zoemer gelijk. Ik kan het niet meer beoordelen. U kunt niet van mij als raadslid verwachten dat ik met de meter langs al die straten ga en turf. Dat is mijn rol helemaal niet. Ik wil gewoon exact geïnformeerd worden. En die discussie die daar ontstond, daar raak ik van ontspoord. Meneer de Leeuwen, ik ga even onderbreken. Ik nodig de wethouder graag uit om me daar hulp en bijstand in te verlenen. Ja, helder. Ik zeg een vraag van de overkant, sorry, ik ben even je naam kwijt. Dat staat hier. Ja, het bordje zeg ik niet. Ja. Dankjewel. De heer Beenhout van ChristenUnie. Nee, ik heb een vraag aan de AP-OPA. Want ik heb nu twee keer een verhaal gehoord over iets wat ik niet begrijp. Over papjes en druïdes en zo. Echt, het zal mijn humor niet zijn. Maar wat ik nu twee keer al een beetje mis is, wat vindt u er nou eigenlijk van? Zou u ons daar misschien in mee kunnen nemen? Want al die vragen over getallen, ja, ik vind het leuk. Maar ik weet al wat meneer Herdema gaat zeggen. Namelijk dat hij het nooit met de SP eens is. Want dat hebben we namelijk al 5 keer besproken. Dus mijn uitnodiging aan u zou zijn, wilt u ons meenemen in wat u belangrijk vindt voor de stad? Dat er geen woningnood is. Dat je binnen een redelijke tijd een woning kan krijgen. En dat moet voor alle doelgroepen zo zijn. En dat ze nog betaalbaar zijn ook. Dat is wat ik wil. Meer niet. En ik snap het gewoon niet. Ik wil geholpen worden door het college in de dingen die ik niet weet. En die ik wel moet weten. Meneer de Leeuwen, gaat u verder met uw betoog? Ik was klaar. Kijk eens aan. Dan gaan we verder naar mevrouw de Zuma van de SP. Gaat u gang. Dank u wel, voorzitter. Misschien kan ik meneer de Leeuw wel helpen. Want mijn eerste vraag aan de wethouder is, kan de raad jaarlijks de netto toegevoegde sociale huurwoningen krijgen? Dan is meneer de Leeuw uit de ellende. Dan hebben wij die discussie niet meer. Want ik heb inderdaad geroepen 200. En dat zijn dus de netto toegevoegde sociale huurwoningen. En u heeft het steeds over de bruto toegevoegde sociale huurwoningen. Dus mijn vraag is, kunt u jaarlijks aangeven hoeveel offer netto is toegevoegd aan het bestand? Dat was eventjes om meneer de Leeuw te helpen. Dan zou ik nu heel graag willen vertellen wat ik ervan vind. Op het gebied van wonen vind ik dat we helemaal na het lezen van het RIGO-rapport ernstig achterblijven bij de vraag. Wat blijkt is dat wij een grote behoefte hebben aan goedkope en betaalbare sociale huurwoningen. Het goedkopere segment. Dat het segment daarboven eigenlijk ruim vertegenwoordigd is en dat we daar niet op zitten te wachten. Maar ik zie geen enkele wijziging in het beleid. Dus we gaan bijbouwen in een segment waarvan we eigenlijk al voldoende hebben. En we gaan niet bijbouwen in een segment waarom de stad staat te schreeuwen. Dat is eventjes mijn eerste algemene opmerking over het stuk. En dan wilde ik nu over een paar puntjes een opmerking maken. Mevrouw de Zuma, ik zie een vraag bij de heer Iskender van de PvdA voor u. Mijn vraag aan mevrouw de Zuma is, is mevrouw de Zuma, nee, het gaat eigenlijk over wanneer mevrouw de Zuma of de SP dan in dit geval tevreden is. Is dat dan wanneer er geen wachtlijsten meer zijn? En als dat het geval is, heeft mevrouw Zuma dan een idee van hoeveel woningen er dan zouden moeten worden gebouwd om daarvan af te komen? Dan maken we het iets concreter, hè? Mevrouw de Zuma, gaat u gang. Dat er geen wachtlijsten zou prachtig zijn, maar dat is ook een beetje irreëel. Maar dat de wachtlijsten in ieder geval acceptabel zijn. Als je nu echt heel erg lang moet wachten op een betaalbare woning, vinden wij niet kunnen. Sorry. Gaat u verder met uw beantwoording op de vraag van de heer Iskender?
Dan ga ik gewoon weer verder, want geen wachtlijsten, niet haalbaar. Behoorlijke teruggedrongen wachtlijsten. Heel graag. Nee, dat je toch een vraag heeft. Precies. Okay, want dit is precies de kern waar het om draait. En het is de hele tijd, zeg maar, de soort van ruisen tussen PvdA en SP. Het gaat er namelijk om, waar wil de SP precies naartoe? Mevrouw de Zuma geeft zelf al aan dat geen wachtlijsten meer is niet redelijk. Maar ze is niet in staat om aan te geven wat dan wel redelijk zou zijn. Ja, als het maar ongeveer minder is. Maar probeert u het dan eens concreet te maken. Wanneer bent u dan tevreden? Want dan kunnen we daar ook een aantal woningen aan hangen. En ik blijf deze vragen stellen. Omdat het antwoord op de vraag van mevrouw de Zuma waarschijnlijk is. Dat je nooit genoeg woningen kunt bouwen om af te zijn van die wachtlijsten. Maar ik ben benieuwd naar de reactie van mevrouw de Zuma. Ga ik eerst even naar mevrouw de Zuma. Ga de gang. Ik zou het prachtig vinden als de wachtlijsten niet langer zijn dan een half jaar. Dat zou een mooi streven zijn. En dan gaan we weer over cijfertjes hebben. De PvdA zit nu al echt decennia aan het stuur. Decennia aan het stuur. En het lukt ze verdorie maar niet om dat probleem op te lossen. We blijven met cijfers gooien over de woningen die we toevoegen aan het bestand. Dat zijn gewoon allemaal bruto aantallen. Want aan de andere kant kijken we helemaal niet naar wat er wegloopt. Wat er verkocht wordt of wat er geliberaliseerd wordt. Laten we nou eens gewoon serieus het woningprobleem aanpakken. In plaats van elkaar vliegen af zitten te vangen over de 2, 3, 6, 7 maanden of 10, 12, 100 huizen. We moeten gewoon bouwen. Ook het RIGO-rapport geeft duidelijk aan waar we behoefte aan hebben. En daar moeten we mee aan de slag. In plaats van dat we hier blijven steggelen over hoe lang moeten de wachtlijsten zijn, laten we nou gewoon aan de gang gaan. Mevrouw de Zuma, ik zie de hand van de heer Iskender. Ja, mevrouw de Zuma haalt me bijna de woorden uit de mond. Dat doen we al. Gaat de gang, meneer Iskender. Kijk, mevrouw de Zuma hamert de hele tijd over netto woningen toevoegen. Maak dat nou eens duidelijk. Doe dat nou eens. Als u het me toestaat, voorzitter, wil ik voorlezen uit de begroting. Het is één zin. Door de prestatieafspraken met de woningcorporaties verwachten we in 2018 een verdere netto stijging van circa 500 sociale huurwoningen. Het staat er gewoon in. Het staat er gewoon in. Dus ik begrijp niet welke informatie u mist en aanvullend zou willen hebben. Ik lees dit gewoon, kan iedereen lezen. Het staat er gewoon in. Nog één keer naar mevrouw de Zuma. Gaat uw gang. En daarna wil ik gewoon graag verder met mijn verhaal. Meneer Jans heeft ook nog een vraag aan u. Oké, vol verwachting klopte mijn hart ook altijd met Sinterklaas. En dan kreeg ik ook vaak niet wat ik gewenst had. En hetzelfde geldt hier. Het is een verwachting. Er is nog geen schep in de grond. Nog geen ene steen op een andere steen. We moeten het concreet maken. We moeten er gewoon mee aan de slag. En dan wilde ik nu graag verder met mijn verhaal. Nee. Ik ging naar meneer Jans. Meneer Jans heeft ook nog een verduidelijkingsvraag. Ja, voorzitter, ik denk dat mijn vraag niet alleen voor de SP, maar misschien zelfs voor de PvdA is. Om te beantwoorden. Beide partijen proberen elkaar nu de vliegen af te vangen. Het zou zomaar verkiezingstijd kunnen zijn. Alleen waar het natuurlijk met name om gaat is. Allebei roepen ze, er zijn te weinig woningen. We willen de wachtlijst omlaag. Kunt u dan beide misschien uitleggen waarom u toch jaarlijks toestaat dat 580 statushouders de schaarse woningen die we hebben toegewezen krijgen? Want als je naar de Almeerders wil helpen, dan stem je daar niet mee in. En wij hebben dat keer op keer gezegd, woningen voor Almeerders. En deze partijen die roepen wel ze willen het hebben, maar in de praktijk zijn ze tegen de Almeerders. Ik stel voor nog een kort antwoord op deze vraag en dan gaat het. Ja, die kan met heel kort zijn. Dat was een wettelijke regeling, daar gaan we niet over. We hebben die mensen gewoon te huisvesten, punt. Ik ga naar Floriade op Stoom. Daar staat dat we hebben gezocht naar geluidswerende maatregelen. Dat gaat over het asfalt. Daar schijnen we geen geld voor te hebben. Mijn vraag is, hoeveel geld moet er aan dit project worden opgehangen van die geluidswerende maatregelen? En dan een volgende punt, en dat heb ik nergens teruggevonden. Dat is die geluidswal die er moet komen voor zowel het evenement als de woonwijk. Ook die heeft een bepaald prijskaartje. En als we die niet door marktpartijen kunnen laten bouwen, hebben we een plan B nodig. Waarmee we dus zeggen van oké, dan moeten we dus nog zoveel investeren. Want anders kunnen we nog het evenement, nog de woonwijk neerzetten. Dan ga ik naar het stimuleren van de woningbouw. In de begroting staat er zijn drie speerpunten voor statushouders. Over de invulling is men echter niet duidelijk. Ik heb begrepen dat er inmiddels redelijk wat statushouders gevestigd zijn in de containerwoningen, bijvoorbeeld bij het Odeon Park. Maar wat gebeurt er nou met de woningen waar die statushouders eerst met meerdere mensen in hebben gezeten?
daar zie ik ook helemaal niks over terug. Dan staat er op bladzijde 68 over een overkapping van het oor. Voor het realiseren van die overkapping moeten we een aantal projecten herprioriteren. En mijn vraag is, over welke projecten hebben we het? Dat wordt hier namelijk niet duidelijk uit. Dat was over wonen en wijken. Dan kom ik nu bij het grondbeleid. Is er al rekening mee gehouden dat bedrijven zich gaan melden voor grond in op het Floriade-terrein? En waarom vinden we dit niet terug in de cijfers? Gaan we nu alle voorjaarsvragen nu stellen? Of nee, dit is grondbeleid, wethouder. Ik zie het als grondbeleid. Ja. Okay, maar ja, het kan, maar het hangt allemaal samen met de aanpak van het voorjaar. Dus misschien zou het handiger zijn om het bij elkaar te zetten, want dat is veel meer in samenhang, okay, ook rond de gebiedsontwikkeling. Ja, volgens mij is mij net gevraagd om grondbeleid te koppelen aan wonen en wijken. Dus dat is wat ik nu doe. Ja, dus dan maak ik de vraag even aan de voorzitter of het handiger is om die samen te doen en samen te bundelen. Want anders krijgen we straks nog weer dezelfde vragen op een ander moment. Ja. Het kan, u kunt het nu stellen, maar u kunt het misschien beter stellen als de heer Pol aanwezig is. Als we het over de Floriade zelf hebben. Dat kan ook naar mij toe, maar dat doet er niet zoveel toe. Maar het gaat mee om het bundelen van de vragen rond de Floriade. Het lijkt me handiger ook in de behandeling en de discussie. Het is maar een suggestie. Ja, dan bewaart u uw antwoorden voor de laatste ronde, zeg maar, de ronde 4 voor de Floriade. Gaat u dan verder? Dank u wel, voorzitter. Zoals ik net al aangaf, bij woningbouw is er geen effect terug te vinden van het bouwen in de categorie die we echt heel hard nodig hebben, goedkope sociale woningen. Het effect van het bouwen van deze woning op het grondbeleid vinden we helemaal niet terug. Een vraagje over grond voor de detailhandel. Er is gerekend met 30.000 vierkante meter. En we weten nu al dat dit niet gehaald wordt. Staat ook gewoon in het stuk. Wat voor effect heeft dat op de financiën van het grondbeleid? En mijn laatste vraag, dat gaat weer over woningbouw. Hoe kan het nou dat men de hoofdlijnen blijft vasthouden zoals die eerst zijn vastgesteld, terwijl het RIGE-rapport duidelijk aangeeft dat de behoefte heel anders is? Wanneer gaan we nu kijken hoe we van die hoofdlijnen zoals we ze hadden af gaan wijken en echt gaan bouwen voor dat wat nodig is? Dank u wel. De heer Iskender, u heeft een vraag? Ja, zeker. Ik dacht, ik wacht even tot mevrouw De Sumer klaar is met haar termijn. Want ik heb een vraag naar aanleiding van haar eerste termijn. En dat gaat ook over die 500 sociale huurwoningen die er net al bij komen. Wat mevrouw De Sumer eigenlijk net aangaf, is dat ze die cijfers niet vertrouwt. Het college dus eigenlijk niet vertrouwt. Nou, daarmee wordt de geloofwaardigheid in twijfel getrokken. En ik vind het eigenlijk wel zo logisch dat als je dat stelt, dat het college hier dus eigenlijk onjuistheden verspreidt in de begroting, dat je dan ook een vervolgstap neemt. Anders vind ik namelijk dat je eigen geloofwaardigheid op het spel is. Oftewel, gaat u dan een motie van wantrouwen of zo indienen richting het college, aangezien zij hier liegen over de cijfers volgens u? Mevrouw De Sumer. Ik weet niet precies wat meneer Iskender heeft gehoord, maar ik heb gezegd dat een verwachting niet per se een waarheid hoeft te worden. Dat is heel iets anders dan wat u stelt. Oké. Ik kijk nog even rond. Ga ik verder naar de heer Van de Kroef. De heer Van de Kroef, we hebben afgesproken een aantal dingen te clusteren. En het zijn 4 clusters. En de cluster waar we nu mee bezig zijn, gaat over ruimte, wonen en wijken. En het grondbeleid. Dus als u zich alleen kunt toespitsen op die onderwerpen, dan graag. Voorzitter, ik kan maar een uur aanwezig zijn, omdat ik dan ergens anders ook mijn bijdrage moet geven. Staat u me toe om toch iets over de Floriade te zeggen? Het zijn niet zozeer vragen, dus de wethouder hoeft niet bezorgd te zijn. Maar gewoon een standpunt van mijn fractie. Omdat er na 8 uur niemand aanwezig kan zijn van mijn fractie. Oké, als u het zo duidelijk stelt, dan lijkt mij dat geen probleem om daar een uitzondering voor te maken. Gaat uw gang. Oké, nou, over wonen en wijken. 2000 woningen komen er in ontwikkeling volgend jaar. Nou, wij zijn er bijzonder blij mee, want het is wel heel lang geleden dat we 2000 woningen per jaar bouwden. En dat, dat blijkt dus toch te kloppen dat er toch een heel groot woningtekort is in het noordelijke deel van de Randstad. En die komen er nu aan.
En volgend jaar weer 500 betaalbare woningen die hard nodig zijn. Ja, mevrouw de Sumer zal misschien gaan vragen, waar heb ik het vandaan? Dat deed ze ook in de algemene beschouwing. Maar heb ik een heel eenvoudig antwoord, gewoon uit de begroting. Dus, en dat is mijn leidraad en niet mevrouw de Sumer. Misschien heeft mevrouw de Sumer wel helemaal gelijk. Maar ik vertrouw op de begroting en de ambtenaren die dit op de, voor de getalletjes gestoord hebben. Goed, wat in de begroting ook staat, dat het vastgoedverandering naar woningbouw nu vorm krijgt. Maar ja, toch nog wel erg kleinschalig. Van onze fractie mag het wel wat meer vaart in en wat grootschaliger. Wat Floriade betreft, het wordt de komende tijd meer zichtbaar op het terrein. Daar zijn we natuurlijk blij om. En we hopen ook dat dit gepaard gaat met een goede communicatie. Zodat onzin verhalen over de Floriade de kop ingedrukt worden. Ja, we hebben deze avond ook gehoord, allerlei onzin verhalen. De bevolking die begint ondertussen de onwaarheden en de halve waarheden te geloven. Je ziet het, een jaar geleden was er een meerderheid van de bevolking voor de Floriade. Die vond het een positief idee. En nu is de minderheid. Ja, als je heel vaak allerlei onzin verhalen hoort, dan ga je ze geloven. Dan denk je dat er inderdaad Almere failliet gaat door de Floriade. Dan denk je dat het onkruid niet gewiet wordt omdat de Floriade er is. Dan denk je misschien zelfs, zoals een bekende journalist in Almere in een kolom gaf, dat zelfs de rampen op Sint Maarten en in Bangladesh ook door de Floriade veroorzaakt worden. Meneer Van der Kroef, ik heb een vraag van de heer Jansen van de PVV voor u. Ja, volgens mij hebben we het nog niet echt over de Floriade, maar wat ik wel apart vind is dat de heer Van der Kroef het allemaal als onzin wegzet. Terwijl er cijfers zijn die aantonen wat de laatste Floriades hebben opgeleverd aan verlies. En wat het qua bezoekersaantal en dergelijke heeft betekend. Dus ga nou niet roepen alsof het allemaal onzin is, de negatieve verhalen. Want de cijfers weerleggen dat gewoon. Het is gewoon een andere mening die het CDA heeft. Maar ga niet roepen dat de cijfertjes niet kloppen. Nou ja. Ik hoor niet echt een vraag van u, maar meer een mening. Maar een mening verder, meneer van de heer Jansen. Nou, die mening is in feite dat de vorige Floriades de evenement dat hij niet een balans had dat de inkomsten gelijk waren aan de uitgaven. Maar de Floriade, dat doe je niet alleen voor het evenement. Dat doe je overal voor het veel breder doel. Ook de making-of, dat is belangrijk. De kroonkringserie is belangrijk. Dus je doet dat om een groenere stad te maken, dat levert het op. Het doet het voor werkgelegenheid, dat levert wat op. Dat zie je misschien niet allemaal in die balans toe. Maar dat zie je op heel veel punten wat de gemeente doet. Meneer Van der Kroef, ik heb weer een vraag voor u. Tenminste, nu wel een vraag voor u, voor de heer Jansen van PVV. Voorzitter, als ik het CDA zo hoor, dan is eigenlijk de vraag: hoeveel verlies vindt u acceptabel om de dingen te realiseren die u net noemt? Hoeveel miljoen vindt u acceptabel als verlies? Nou, we hebben met elkaar natuurlijk een risicobedrag vastgesteld. En binnen dat risicobedrag moeten we gewoon blijven. Mag ik dan concluderen, voorzitter, dat het dus 11 miljoen het bedrag is wat het CDA acceptabel vindt? Want dat is het risicobedrag. Ja, dat begrijp ik ook. Dus ik denk dat u dat mag concluderen. Ja, ik vond meneer Van der Kroef, gaat u verder met uw vraag? Ja, ik vond het wel mooi dat de fractievoorzitter van de VVD dat in een mooi perspectief zei. Dat het 12% van wat jaarlijks uitgegeven voor beheer en onderhoud, dat we dat in één keer, eenmalig inderdaad. Dus dan ben je het een beetje in verhouding. Niet dat je daarmee moet vergelijken. Maar die getallen die lijken enorm alsof Almere er failliet mee gaat als we dat risico lopen. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Dat zijn geen bedragen waar wij voor moeten schrikken. We moeten meer kijken naar de positieve effecten die de Floriade heeft voor Almere. En voor meneer Van der Kroef, kunt u tot een afronding komen? Ja, ik zal tot een afronding komen. Voor de bestemmingsplannen, actualiseringsprogramma heb ik veel complimenten over. Het is enorm snel tempo, zijn er heel veel bestemmingsplannen gerealiseerd. En daar mag wel eens een complimentje naartoe.
Dank u wel. Dan ga ik naar de overkant. De heer Busby van D66. Gaat u gang. Dank u wel, voorzitter. Ik zal me weer aan de gestelde vorm houden. Ten eerste zijn we als D66 heel blij dat de sociale woningbouw, er is al veel over gezegd, weer aantrekt. Ik had ook nog een vraag aan de portefeuillehouder over de bestemmingsplannen. Dat is dan het volgende onderwerp. De heer Van den Kroef zei het net al dat er heel veel geactualiseerd is. Er wordt nu toch wel weer een investeringen is er blijkt nodig. Alleen uit de, omdat er nu zoveel geactualiseerd is, kom ik nu uit de meerjarenlijstjes die erbij zaten niet helemaal halen wanneer de extra investeringen hierin nou klaar zijn. Het is natuurlijk een essentieel onderdeel van de gemeente, maar we vroegen ons af wanneer dat weer terugzakt naar de voorgaande bedragen of dat het gewoon zo hoog blijft, die kosten. Bij de wijkontwikkeling zijn we heel blij om te zien dat de ingezette beleid heel goed werkt op de focuswijken die zijn aangewezen en dat het nu over de hele gemeente wordt uitgesmeerd. Dat is goed nieuws en dat is ook goed voor de bestaande stad. Niet alleen de nieuwbouw is belangrijk in Almere, maar de bestaande stad wordt steeds interessanter en steeds vraagt ook steeds meer aandacht. Dat zit dan ook bij het investeringsplan naar Almere Haven. Daar zijn we zeer tevreden over. Wel een vraag over de nieuwe stad, want er wordt nu incidenteel geïnvesteerd in de gebiedsmanager van Nobelhorst en Vogelhorst. Alleen deze gebieden, zouden deze niet al gewoon direct structureel een financiële basis moeten krijgen? Want we verwachten dat deze gebieden juist de komende jaren nog heel hard groeien. Dus ik vroeg me af waarom de portefeuillehouder of de wethouder daarvoor gekozen heeft om dit op deze manier op te lossen. Dan het grondbeleid, laatste vraag. Hoe hard zijn de aannames die we in 2018 hebben over de uitgaven van de grond en de beschikbare kavels in Almere? En verwacht de wethouder dat het scenario wat nu geschetst is aan de lage kant is? En wat verwacht de wethouder eigenlijk werkelijk van wat eruit gaat komen? Dat was het voor deze termijn even. Dank u wel. Dan ga ik naar de heer De Kat van Leefbaar Almere. Gaat u gang. Ja, dank u wel. Helemaal naar die discussie die we elke keer hebben over die getallen, maar ook de mensen voor wie we het doen. Ik heb eigenlijk geen vragen of opmerkingen aan de wethouder, wel aan mijn collega raadsleden. Is het dan niet tijd dat we dat een keer... We agenderen dat nooit. We komen twee keer per jaar samen hier. Een keer in het voorjaar, een keer in het najaar. Nou, dan roepen we weer eens wat. En dan lopen de emoties weer enorm op. En eigenlijk moeten we ons de vraag stellen, het begint altijd met wat voor stad wil je zijn en voor wie wil je er zijn. En ik hoor fragmenten bij de VVD waar ik het helemaal mee eens kan zijn. Ik hoor argumenten van de SP waar ik het ook heel erg mee eens kan zijn. Zelfs bij de PVV, daar waar de statushouders dat gedeelte alles daarbuiten, dat je ook voor Almeerders moet bouwen. En eigenlijk hebben we heel veel raakvlakken. Dus ik stel voor dat we gewoon met de partijen die dat willen, dit eens gaan agenderen. Proberen dat te doen zonder allerlei verkiezingsbeloftes erin te stoppen. Maar gewoon omdat je houdt van deze stad. Ik wil daar best een voorzetje voor maken. En ik nodig iedereen uit om daarbij aan te sluiten. Financieel en dat soort dingen. Komt zo nog wat met wat was het? Fonds Verstedelijking, dat doen we later. Floriade doen we later. Daar zitten voor mij de interessante punten in. Maar laten we het gewoon agenderen en desnoods een gruwelijke ruzie hebben. Desnoods tot Janka aan toe. Als we maar het doel hebben om het geheel te verbeteren. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Dan ga ik naar mevrouw Kips van GroenLinks. Gaat u gang. Ja, dank u wel, voorzitter. In dit programmaonderdeel, ruimte, woning, werken, dus verschrikkelijk dynamisch onderdeel. Gelukkig maar, want het komt onder andere door de aantrekkende woningmarkt. Het komt ook door de leeftijd van Almere, waardoor oudere delen wat meer aandacht van de stad behoeven. En dat lezen we terug in deze
begroting. Dat lazen we al eerder terug, maar dat wordt nu wel heel evident. Ik wil even een aantal dingen noemen waar we op dit moment blij mee zijn. Die we terug zien dat windpark Pampus de vergunningsprocedure ingaat. Dat de gemeentelijke gebouwen verduurzaamd worden. Dat draagt bij aan de energietransitie. We weten wel dat we 2022 niet gaan halen. We hebben daar vragen over gesteld en daar wachten we braaf op de antwoorden die we eerdaags wel zullen krijgen. De belangrijkste vraag daarin was wanneer gaan we dat dan wel halen? Want deze projecten zijn naar onze mening van belang. Dan verder wat we ook aardig vinden is het onderzoek naar de overkapping van busstation Het Oor. Hadden we om gevraagd. Dan wordt reizen met de bus ook aantrekkelijk bij slecht weer. Het versterken van de wijkaanpak uitrollen over de hele stad zonder dat de focusgebieden daar onder lijden. Of tenminste uit het oog verloren worden. Ook mooi. En natuurlijk de impuls Almere Haven en de impuls Almere Centrum. Bij de dingen die ik laatst genoemd heb, de overkapping busstation, versterking van de wijkaanpak, et cetera. Wat we wel heel erg van belang vinden is dat dat met een brede participatie doen. Verschillende in de algemene beschouwingen hebben verschillende partijen erop gewezen dat communicatie weliswaar verbeterd is hier en daar. Nou ja, dat is ook wel zo. Maar dat het nog stukken beter kan. Niet alleen de communicatie met partners, onze bewoners dus eigenlijk. Maar dat de Almere Principle, mensen maken de stad, dat nog steeds een heel belangrijk uitgangspunt zal moeten zijn. En dat we ja, ook in de ontwikkeling naar de omgevingswet toe, dat we die brede participatie absoluut moeten koesteren en uitrollen. En dan niet op onderdeeltjes, maar ook op het geheel. Als je kijkt naar Almere Haven, als we daar breed gaan kijken, dan moeten we daar ook heel Almere Haven in meenemen. Dan ten aanzien van het grondbeleid. Nou, de woningproductie neemt toe, versnelt zelfs, dat is heel erg mooi. Maar het stelt ons ook voor een opgave. Want we moeten ook naar een evenwichtige groei van de stad. En we moeten ook niet alleen maar naar de techniek kijken, namelijk naar de cijfertjes, maar ook inderdaad, zoals mijn buurman ook stelt, kijken naar wat we nou eigenlijk willen. We zien elke keer in dezelfde discussie, die zagen we hier net ook weer ontstaan. Nou, de analyse van dit Riegerrapport, die laat zien dat er meer behoefte is aan wat wij nu in het NPGA aan programmering hebben. Dat was een jaar geleden, was dat in mijn beleving anders. Mevrouw Van Hoofd van de VVD stelde dat ook al. Op grond daarvan hebben we toen een discussie gevoerd. Tegelijkertijd wordt ook geconcludeerd dat als we dat in lijn zouden brengen met de behoefte naar aanleiding van dit Riegerrapport, dat het een negatieve effect zou hebben op een grondopbrengsten. Dat is geen onbelangrijk puntje, lijkt mij. Dat stelt ons dus wel voor een opgave waarin we die discussie aan moeten gaan. Nou, ik heb begrepen, ik was daar niet bij vorige week, dat Riegerrapport gaan bespreken. Wederom, mijn buurman appelleerde aan, dat lijkt me een buitengewoon nuttig gesprek, omdat we het niet alleen maar over de techniek moeten hebben. We moeten het hebben over wat ieders wensen daarin zijn. Maar daar moeten we natuurlijk de portemonnee wel. Ja, daar komen we niet onderuit, hè? Dat we dat in gedachten houden. Ik had nog één puntje eigenlijk. Dat is misschien wel een vraag. Dat gaat over, in dat Riegerrapport wordt gezegd dat wij afhankelijk zijn van de ontwikkelingen van buiten, met name Amsterdam. Nou zitten wij in de metropoolregio Amsterdam en hebben wij daar afspraken over. En nou leek mij dat, want het is natuurlijk niet zo heel erg prettig, hè, als je van andere ontwikkelingen afhankelijk bent, zonder dat je daar zelf, tenminste, dat ik ben nogal, hoe noem je dat? Ik wil het graag zelf in de hand hebben. Dat is niet altijd zo. Ik ben heel benieuwd naar die opmerking, maar maar mijn vraag was eigenlijk, is dat nou niet een reden waarom wij, of onder andere een reden waarom we in de MRA zitten, dat we goede afspraken maken over die woningbouwontwikkeling, dus dat Amsterdam niet een beetje in onze pool gaat zitten vissen. Tot zover. Dank u wel. Dan ga ik naar uw buurman, de heer Beenhard van ChristenUnie. Gaat u gaan. Dank u wel.
Kijk, ik snap natuurlijk best dat ik niet elke keer verrast kan worden in zo'n debat. Maar ik moet zeggen dat, en dan sluit ik aan bij de vorige twee sprekers, dat ik wel hoop dat als we dadelijk de verkiezingen nog dichter in zicht hebben, dat we misschien wel iets hoger niveau kunnen bereiken in de manier waarop we met elkaar debatteren. Want ik moet zeggen, ik vind het oerzaai. Die hele discussie over is het nou 200 netto, weet ik veel wat. Het zal allemaal best. Het gaat om de vraag wat we voor de stad willen bereiken. En volgens mij zit u beiden, en dan kijk ik de PvdA en de SP aan, qua intentie helemaal niet zo op een ander niveau. Dus ik vind dat echt een wedstrijdje vlieg afvangen waar ik liever niet aan meedoe. Maar als je dan naar de begroting kijkt, dan snap ik wel misschien waar dat vandaan komt. Want als je kijkt naar de begroting, dan valt mij opnieuw op dat we eigenlijk best wel vaak allerlei intenties opschrijven, inspanningen opschrijven, activiteiten beschrijven die we het komende jaar gaan doen. En daar is op zich ook zo'n begroting voor bedoeld. Maar wat je er nou aan mist, is wat willen we bereiken met de stad? En op uitnodiging van mevrouw Van Hoof mocht ik meedoen in de pilot die we voor de Duizenberg-methode hebben gedaan. Dat is vreselijk vakjargon, maar dat komt er in feite op neer dat je met elkaar aan de voorkant van zo'n jaar bepaalt welk doel willen we nou eigenlijk bereiken? Welk resultaat willen we bereiken? En als je dan naar de begroting kijkt, dan zie je op een aantal punten dat dat redelijk benoemd is. Maar ik zou onszelf, en dan sluit ik aan bij de heer De Kat, ook wel willen uitdagen om daar als raad ook wat meer richting in te geven. En ik zal de daad bij het woord voegen door in ieder geval op de punten die hier genoemd staan mijn eigen input ook te leveren. Als je kijkt naar de transformatie in de woningbouw en de behoefte om meer betaalbare woningen te doen, dan denk ik dat er een interessante fase in het debat zat tussen de SP en de PvdA toen het ging over de vraag van ja, wat wil je nou eigenlijk bereiken? Want uiteindelijk is het natuurlijk voor de mensen in de stad niet relevant of er 200 of 300 of 180 woningen zijn gebouwd. Relevant is de vraag, hoe lang moet ik wachten op een woning die ik kan betalen? En daar gaat het om. En ik vind dat we als politieke partijen daar ook een uitspraak over moeten doen. Wat vind je nou, waar streef je naar? En wat ons betreft, wij hebben in ons verkiezingsprogramma gezegd, uiteindelijk zou het al heel wat waard zijn als je die wachtlijst tot minder dan een jaar kunt terugdringen. Dat zou je niet van vandaag op morgen bereiken, daar moet je ook realistisch in zijn. Dat probleem is in jarenlang ontstaan. Dus laten we nou een periode of twee nemen, een bestuursperiode of twee, om op dat niveau uit te komen. En als we daar met elkaar afspraken over kunnen maken, dan zijn we wat af van die oeverloze discussies en kunnen we ook echt naar resultaten toewerken. Dan hebben we ook iets waar de mensen in de stad iets aan hebben. In de tweede plaats, als je kijkt naar de energietransitie en de duurzaamheidsdoelstellingen die we hebben. Daar is zo'n doelstelling geformuleerd. In 2022 willen we energie-neutraal zijn. En wat ik jammer vind is dat we in de begroting daar ook niet wat nadrukkelijker aan relateren. Want de vraag is natuurlijk, als je dan 2018 ingaat, ja, wanneer zijn we nou tevreden als je eind 2018 staat? Er worden goede initiatieven, denk ik, benoemd. Er zijn al een aantal ook over het voetlicht gebracht. Maar mijn vraag is wel, GroenLinks heeft de conclusie al getrokken. Ik ben benieuwd naar de reactie van de wethouder op de vraag. Wat vindt u van het realisme van de doelstelling om in 2022 energie neutraal te worden? Meneer Beenhart, u begrijpt het al. Een vraag van mevrouw. Nou, het was even, GroenLinks heeft de conclusie helemaal niet getrokken. De conclusie is door het college getrokken. Dat we die niet gaan halen in een raadsbrief twee maanden geleden of iets dergelijks. In de begroting staat de ambitie nog geformuleerd. Dus ik denk met u dat het best wel kritisch gaat worden. Ik ben wel benieuwd naar de reactie van de portefeuillehouder. Als je kijkt, ik was één punt vergeten bij die betaalbare huurwoningen. En dat is wel wat uit dat RIGO-rapport natuurlijk heel nadrukkelijk naar voren komt. Is als je ten opzichte van wat we nu daar bouwen, dan hebben zij het over 200 extra per jaar om alleen al de groei van de stad te kunnen opvangen. En dat vind ik wel een belangrijk argument. Als je dus de doelstelling zegt, we willen toe naar een wachtlijst die minder dan een jaar duurt, dan is dat een forse ambitie. En ik denk forser dan we nu in de stukken hebben staan. En mijn uitdaging zou wel zijn, laten we er een ambitie op formuleren die ook wat dat betreft misschien nog wat ambitieuzer is. En daar moeten we dan doorpraten met elkaar over welke consequenties verbinden we daaraan.
Dan was ik, volgens mij de heer Jansen stelde daar ook al een vraag over, of raakte eraan. Dat is het element van de concurrentie binnen de gebiedsontwikkelingen die we hebben liggen. Met name voor het segment van de wat duurdere woningen. Ik denk dat dat een belangrijk aspect is. Ik hoor daar graag ook de reactie van de portefeuillehouder over. Ook als het gaat om hoe gaan we daar nou mee om? Hoe gaan we dat element van concurrentie tussen verschillende gebiedsontwikkelingen in de stad, hoe gaan we dat tackelen? Welke plannen heeft u daarbij? Als ik dan kijk naar, dit was zeg maar het wonen stuk, nog wat relatief weinig aandacht is gegaan naar het wijkenstuk. Dat is voor ons altijd een aangelegen punt. Dan valt op dat in de focuswijken een belangrijke verschuiving plaatsvindt. Er is een aantal focuswijken geweest de afgelopen jaren. De focus op die gebieden wordt losgelaten. Ik neem maar aan vanwege hele goede redenen. Maar daar hoor ik graag nog wat meer over, ook van de wethouder. En er wordt een aantal nieuwe gebieden gekozen. En ik herken die gebieden, hè, dus ik denk, nou ja, zo op het gevoel zijn ze wel goed. Maar ik ben wel benieuwd of u in het uitvoeringsplan ook nog iets doet in termen van evaluatie van de aanpak tot nog toe. Wat hebben we daar nou van geleerd? Want we gaan er opnieuw 7 ton in steken. En de vraag is natuurlijk wel van ja, wat leert ons de vorige periode met de vorige focuswijken en welke lessen daarvan neemt u mee in de aanpak voor de nieuwe gebieden? Daar hoor ik graag wat meer over, wat mij betreft niet per se vanavond uitgebreid, maar dan is de uitnodiging om daar in het uitvoeringsplan 2018, als we dat aangeboden krijgen, om daar in ieder geval ook aandacht aan te besteden. Ten slotte, een punt wat voor ons ook al was op beginnen te vallen, is dat zeg maar de aandacht die er nodig is voor oudere wijken in de stad. Uiteraard zijn die vooral in haven te vinden. Ik denk dat het gebied nog wel wat breder ligt, hè, waar ook wel behoefte begint te ontstaan aan vernieuwing van wijken. En dat niet alleen fysiek, maar ook sociaal. Er ligt natuurlijk ook heel nadrukkelijk een relatie met die wijkgerichte aanpak. Wij vinden het goed dat daar aandacht voor is en het is denk ik voor ons allemaal wel een aandachtspunt dat het nog maar een begin is. En nou ja, als we dan toch allemaal aan het nadenken zijn over onze verkiezingsprogramma's, dan denk ik dat dit ook een belangrijk punt is om ruim ook rekening mee te houden. In ieder geval is dat ook mijn oproep aan het college om dat verder vorm te geven. Dus we steunen die ambitie zeer. Tot zover mijn bijdrage. Dank u wel. Dan ga ik naar uw buurman, de heer Iskender van de PvdA. Gaat u gaan. Dank u wel, voorzitter. In de begroting lezen wij dat de actualisatie van de bestemmingsplannen rond lijkt te zijn. De bestemmingsplannen die nog achterliepen. En daarvoor compliment, zijn we heel blij mee. Verder zijn we ook, als we naar het gedeelte van de wijken kijken, blij dat er extra geïnvesteerd gaat worden in Almere Haven. En tot slot zou ik wat zaken willen zeggen over het onderdeel wonen. Wij hadden een redelijk ambitieus verkiezingsprogramma als het ging om wonen. We wilden 1000 sociale woningen per jaar bouwen. Uiteindelijk is het gelukt om een coalitie te vormen waarin het in het coalitieakkoord is opgenomen dat er 2000 woningen gebouwd zouden worden. En het leek er op een gegeven moment op dat niet zou gaan lukken. Economie zat ook niet mee. Maar nu, in deze laatste begroting, lezen we dat we die target wel gaan halen. En daar zijn we heel blij mee. En willen we ook complimenten voor uitspreken richting het college. En in het bijzonder natuurlijk in de richting van de wethouder die zich daarvoor heeft hard gemaakt. Wat verder nog interessant is, want sociale huurwoning is in principe alles tot €710 per maand. Maar het maakt nogal uit of je €414 per maand betaalt of €710 als je minima bent. Dus we hebben ook gevraagd aan het college om inzichtelijk te maken wat dan de huurprijzen zijn van die woningen die erbij gaan komen. En uit die gegevens blijkt dat zo'n 85% van de huurwoningen die er in 2018 bij gaan komen, waarvan de plannen allemaal hard zijn en zelfs een deel op dit moment al gebouwd wordt, dat 85% van die woningen, dat daarvan de huur onder de €592 zit. En ook daar zijn we heel blij mee, dus ook daarvoor de complimenten aan het adres van het college. Dank u wel. Dank u wel. Even een puntje van orde. Het is nu bijna 8:00. Ik geef jullie allemaal graag uitgebreid het woord. Maar als het zo doorgaat, dan redden we het. Ben ik bang niet om 10:00 af te kunnen ronden. Dus ik hoop dat jullie in de volgende rondes ietsje
compacter kunnen zijn. En wellicht lukt dat. Wethouder, kunt u ook compact antwoorden? Dan moet ik het alweer oplossen. Ja. Nee, maar ik zal het proberen even zo kort mogelijk te houden. En ook daar een aantal sprekers die dezelfde dingen hebben gezegd. Niet allemaal apart langs te gaan, maar toch een beetje te bundelen. Met permissie. En als ik dan dingen mis, dan hoor ik het wel. Ik ben blij dat je ook ziet dat hier toch wel een flinke omslag ook in de begroting eigenlijk zit. Dat we veel meer aandacht gaan besteden. En ook investeren in de bestaande wijken eigenlijk. Omdat dat ook absoluut noodzakelijk is. Nieuwe wijken zijn belangrijk voor de groei van de stad. Maar die bestaande wijken hebben echt een flinke investering de komende jaren nodig. En daar willen we nu ook stevig een begin mee maken. En Haven daarvoor is daar het meest voor aangewezen, omdat die ook het oudste is. Dus dat is stadsvernieuwing wat mij betreft dan in breed opgevat. Dus ook het sociale deel zit daar wat mij betreft heel nadrukkelijk in. Dus niet alleen maar de stenen. En ook stenen zijn sociaal, zeg ik altijd maar. Als je de goede mensen erin hebt wonen, tenminste. Dus dat zit hier nadrukkelijk in, maar we staan nog aan het begin. Er ligt nog een onderzoek om dat verder in beeld te gaan brengen, wat eigenlijk nodig is de komende jaren. Maar daar moeten de mensen in Haven niet op wachten. We zullen ook een plan maken specifiek voor Haven, wat er allemaal op dat vlak nodig is. Maar het vraagstuk is breder als het gaat om de investeringen die rond vervanging en onderhoud ook in deze stad meer nodig zijn. Dus beide dingen komen dan op u af, namelijk een plan maken voor Haven specifiek, maar ook in een andere werkvorm, zodat dat meer tempo en ook meer samenhang gaat krijgen in Haven. En daarnaast wat breder perspectieven, wat dat allemaal op ons afkomt en waar we op tijd rekening mee moeten houden, ook in de begroting. Maar daar heeft u ook in de algemene beschouwing een aantal van u daar opmerkingen over gemaakt, dat opbrengsten zijn leuk, maar sparen is, ook al is met een lage rente, toch wel van belang, ook in de toekomst, noodzakelijk. Het tweede discussiepunt is denk ik over het programma, het programmeren van het woonaanbod. Het voordeel is, we zijn erg populair op het ogenblik. Kijk naar de woonexpeditie afgelopen weekend, 5000 mensen, ik had het niet verwacht. Alle weilanden stonden vol met auto's, nou ja, dat is nog daar aan toe. Maar in ieder geval de grote belangstelling, ook aan de oostkant. We weten dat de marktdruk aan de westkant bij Poort en Duin heel groot is. Maar aan de oostkant is er ook veel belangstelling. En we kunnen het niet aanslepen op het ogenblik. Maar we hebben wel een paar problemen. Want de vraag is terechtgesteld van voor welke stad wil je zijn? En die vraag zit voor een deel ook in de onderzoeksopdracht richting Rigo. Maar waar is eigenlijk behoefte aan? En uiteindelijk moet je bouwen van waar behoefte aan is, uiteindelijk denk ik. Want dat zijn ook de vraagstukken van Almeerders. Je moet bouwen voor de Almeerders in eerste instantie. En je hebt een opgave ook in de regio om te voldoen aan de vraag aan woningen. Maar die twee zijn helemaal niet zo verschillend. Want ze allemaal willen ze een betaalbare woning hebben. En liefst ook nog een fatsoenlijke woning met een omvang die ook past bij het huishouden wat er is. Er zijn een paar dingen die daar duidelijk de grotere toenemende vraag aan sociale woningbouw. En ik heb helemaal geen behoefte aan dat cijfergedoe over aantallen. Volgens mij is die beweging, en ik wil u graag meenemen aan al die adressen die de afgelopen jaren zijn gemaakt, erbij zijn gekomen voor sociale huur. Die zijn er gewoon, dus ga dat niet elke keer ontkennen. Want die beweging moeten we ook inzetten. En die beweging willen we juist ook de komende periode versterken. En het RIGO-onderzoek geeft daar ook alle aanleiding voor. En dan praten we helemaal niet over goedkoop segment. Nee, natuurlijk, we noemen dat dan vaak nog een beetje goedkoop. Maar het zijn gewoon studenten. Het zijn mensen met één persoons huishoudens die maar één inkomen hebben. Die vallen tegenwoordig steeds meer in de sociale sector. Het zijn mensen die nog net aan de grens zitten in de middeninkomens over het algemeen. Die nog in de sociale huur nog net binnengelaten worden. Dus daar praten we eigenlijk over. Dus niet altijd het beeld hebben dat sociaal moeilijke gevallen zijn. Helemaal niet. Het zijn gewoon mensen van vlees en bloed die hard werken en nog net een loontje hebben. Waardoor zij in aanmerking komen voor sociale huur. Dus daar is meer behoefte aan. En het tweede is de behoefte aan middensegment. We hebben in onze programma's ook veel programma's staan voor dure woningen. En daar blijkt ook uit het onderzoek van Rigo minder behoefte aan. Want de vraag is steeds meer naar betaalbare woningen. Dus ik zal bij het MPGA meer ook met u een discussie willen hebben dat we de indeling die we hadden, namelijk 192.000 of 102 ton en alles daarboven, dat is natuurlijk geen indeling zoals mensen in elkaar zitten. Dus we moeten veel meer ook, denk ik, segmenteren wat die koopsector eigenlijk nodig heeft. Want nu gooien we dat op één groep, maar dat is natuurlijk niet één groep. Je hebt allerlei segmenten in. En die betaalbare segment, daar gaat het eigenlijk om in elke grote stad. En daar moeten we meer ruimte voor maken. Dat is eigenlijk de boodschap van Rigo. En daar heb je twee smaken nog in. Koop
en vrije sectorhuur. En niet iedereen wil kopen en niet iedereen kan kopen. Dus die vrije sectorhuur is belangrijk voor de stad. Denk aan mensen die hier tijdelijk wonen, expats. En nou, mensen die niet kunnen kopen, maar ook niet in de sociale huur terecht kunnen. En die groep is best wel groot. Dus dat segment willen we verder gaan vergroten de komende periode. En ik wil graag met u een discussie voeren in het NPGA over hoe die segmentering er dan uit moet zien. Want dat is dingen noodzakelijk, want het verschil tussen 2 ton en alles eronder en alles erboven is geen goede manier om de stad te helpen verder te groeien, denk ik. Dus daar zullen we met voorstellen komen en ook een discussie met u. Maar beide zijn noodzakelijk, het middensegment, middeldure huur als betaalbare koopsegment. En de sociale huur zelf is in toenemende vraag na. GroenLinks zegt terecht, dat heeft wel consequenties. Want onze programmering is niet daarop gericht, want we hadden verwacht dat er veel mensen met blijkbaar de postcode loterij gaan winnen. Nou, dan hebben we er eentje bij gekregen, maar dat tikt nog niet echt aan. Overigens is een overgooi nu wel weer reserveringen op gang gekomen. Dus ook in het dure segment is wel beweging. Maar die programma's zijn wel erg optimistisch ten aanzien van dat segment. En terecht de vraag gesteld wordt, welke stad wil je zijn en voor wie bouw je uiteindelijk dan? Dus die vraag hebben wij niet nu in de volle beantwoord. Omdat we dat, vind ik, ook een maatschappelijke discussie is die ook terugkomt in de verkiezingen uiteraard. Maar uiteindelijk ook een discussie met elkaar is, wie heeft voorrang? Ja, uiteindelijk, voor wie wil je bouwen in de stad? Dus daar willen wij in december ook een discussie ook aanwijden daarover. Breder, met meer organisaties ook in de stad. En uiteindelijk moeten daar een aantal conclusies worden getrokken. Die hebben we nu nog niet gedaan. Alleen één conclusie hebben we wel gedaan. Want we weten ook dat we in haven bijvoorbeeld minder sociaal willen. De PVV zegt dat ook regelmatig. Een gezonde wijk is een mixwijk. En niet een eenzijdige wijk met heel veel sociaal. Dus als je daar minder wilt doen in de toekomst, moet je elders wel bijbouwen. Want anders ben je zelf in de vingers aan het snijden. Dus daarom hebben we nu een uitwijkingsopdracht hier ook in deze begroting staan voor de Duin. Die is nu maar 10% sociaal. Dat is erg weinig. Dus we willen graag in ieder geval 5% toevoegen. Dat kan ook, denk ik. Maar dat hebben we in ieder geval als een eerste stap gedaan om daar waar het heel laag is, in ieder geval wat op te plussen. Zodat er in ieder geval de ruimte ontstaat om elders ook op een verantwoorde manier wat naar beneden te gaan de komende periode. Dus dat is de inzet die we hebben. En daar zullen we de komende tijd met u nog verder voorstellen voor ontwikkelen. Dus ook de middelduurhuur. Wethouder, een vraag van mevrouw Kips voor u. Ja, even korte verhelderende vraag over die voorstellen. Want u zegt eerst NPGA, dan spreken we tegen de zomerreces aan, zo ongeveer, mei, juni. Maar u zegt binnenkort met iets concreter zijn over de tijdspad. Want er zit ook nog iets van een verkiezing tussen. Nou, terecht, dat een beetje onhandig is. In december willen we een discussie met de stad en met u verder. Wat betekent dit rapport nou? Wat voor effect heeft het nou op de stad? Ook met elkaar om ook wat mij betreft wel bruggen te bouwen tussen daar waar misschien politieke tegenstellingen wel erg scherp hier en daar zijn. Maar uiteindelijk zal het moeten leiden tot ook een nieuw bestuursakkoord, naar de nieuwe verhoudingen zijn gezet. En dan ook een nieuwe woonvisie nodig is om ook de volgende periode ook aan te geven wat voor soort stad wil je zijn daarin. Dus zo zie ik dat voor me, maar uiteindelijk zullen de verkiezingen uiteindelijk ook erg bepalend worden van wat erin staat. Maar de discussie moet zeker gevoerd worden. En daar waar we al ruimte zien om een aantal stappen te zetten, zullen we dat wel aan u voorstellen. En die ziet u ook terug nu in de begroting. Ik wil nog ook maar even melden. Want ik zag ook nu weer een twittertje van PVV langskomen dat al die 580 woningen voor statushouders is. Dat is gewoon gelogen. Dat is gewoon onzin. Dat is echt pure kolder. We hebben u regelmatig sturen bij uw overzichten toe dat van de meer woningen die worden toegewezen, gelukkig, rond de 70-65%, mag ik in ieder geval mijn zin even afmaken, worden toegewezen aan gewoon de Almeerders die zitten te wachten op een woning. Dat is al een redelijk constant. Het is een klein beetje omhoog gegaan, of naar beneden gegaan door de statushoudersdiscussie. Maar het voortdurend roepen dat al die woningen naar status houden is gewoon klinkklare onzin. Ik weet nooit wanneer ik bij u de punt moet vinden voor het einde dit voelde van als een punt. Precies. Dank uitroepteken u. Zelfs. De heer Jans van de PVV. Ja, voorzitter, ik heb niet gezegd dat al die woningen naar statushouders gaan. Ik heb alleen gezegd dat er 580 statushouders jaarlijks moeten worden gehuisvest. Dat is een verschil. En ik weet niet welke tweet u het over heeft. Ik heb geen tweet verstuurd. Dus ik weet niet wat u bedoelt, maar ik ben het niet.
zal hem u straks laten zien, maar dat vraagt niet te veel tijd. Die discussie zullen we zeker nog een paar keer voeren. Want er werd ook nog gevraagd hoe dat nou ging met die statushouders. Ik geloof dat de SP daar al naar vroeg, of iemand anders in ieder geval. Die zijn meestal alleen, als alleenstaande in kameropvang opgevangen. Daardoor was het ook mogelijk om die 70% overeind te houden voor de gewone Almeerders die staan te wachten. Die komen nu, de aantallen worden minder, maar er komt wel een gezinshereniging achteraan. Die tellen wel mee overigens ook weer in de taakstelling. En die worden nu wel in gewone gezinnen, huishoudings ook toegewezen. En dat stroomt langzamerhand weer uit. En als er geen alleenstaande voor terugkomen in de toekomst, dat hopen we uiteraard, en dat de vluchtelingenvraagstuk minder wordt, dan zullen die woningen op termijn weer beschikbaar komen in hun normale voorraad uiteindelijk. Maar zo hebben we dat geprobeerd dat proces te begeleiden. En het is uiteindelijk gelukt om zowel de statushouders te huisvesten in de stad, maar zonder dat daarmee het aandeel wat mensen op de wachtlijst staan, heel erg naar beneden gaat. Want dat is, vind ik, ook niet verantwoord voor de Almeerders die staan te wachten op de wachtlijst. Want de BTW doen we dan op een ander moment, denk ik. De papjes van de AP-OPA kan ik niet helemaal volgen. Die aantallen zijn meerdere malen ook aan u aangereikt. Dus u hoeft alleen maar de informatie die u al heeft gekregen nog eens op te slaan om de aantallen te weten. En ik ben gehouden om u adequate informatie te geven. Dat is mijn actieve informatieplicht. En u mag ervan uitgaan dat die informatie klopt. En als u meer wilt weten, bent u altijd vrij om daar vragen over te stellen. De SP heb ik al even over op gereageerd. Het busstation Oor, ik neem aan dat u daar een voorstander van bent, dat daar een kapje op moet gaan komen, want anders heb je geen adequaat openbaar vervoer in de stad. En dat hebben we gezegd, dat willen we wel een plek geven in de MIPA, maar het gaat ergens te kosten gaan uiteindelijk. Dus we zullen bij de discussie over het MIPA met nadere voorstellen en ook kunnen aangeven waar uiteindelijk dat dan te kosten voor moet gaan. Maar het is wel het moment dat je nog kan realiseren, ook mee te nemen in het contract, zodat je niet later nog veel extra kosten moet gaan maken. En dat geldt straks ook voor de discussie rond de geluidsisolatie, maar daar komen we straks bij de Floriade nog op terug. Dan D66 over de bestemmingsplannen. Dit is nog eigenlijk het laatste staatje wat gevraagd wordt. Dat is, we zijn eigenlijk wel klaar qua bedrag en ook het programma zitten we goed op schema nu. Maar sommige bestemmingsplannen kosten veel onderzoeken. Met name rond Duin en Poort, dat zijn zeer intensieve bestemmingsplannen. En moeten veel onderzoek naar gedaan worden. En dat bedrag is vooral bedoeld om onderzoeks te houden ter behoeve van het bestemmingsplan. Want anders kun je niet een rechtsgeldig bestemmingsplan uiteindelijk vaststellen. Dus daar is nog deze laatste hap eigenlijk voor bedoeld, om dat ook echt af te maken. Een aantal hebben we ook gezegd over de focuswijk. Die discussie komt overigens naar u toe, want u heeft de wijkpeilingen gekregen, als het goed is. En dat is ook een agendaverzoek om u te consulteren over de conclusie die wij daaraan verbinden. Een van de conclusies is wel hocus pocus focus in de focuswijken. Want we hebben wel heel veel wijken. Niet dat die geen aandacht meer hoeven, maar wel op een andere manier. En door onszelf ook meer te focussen, kunnen we denk ik wel meer de aanpak ook steviger maken en ook effectiever te maken in die gebieden waar het echt nodig is. Maar die discussie komt als het goed is, maar ik kijk ook even naar de Griffie in november op uw agenda. Zodat we daar met elkaar over kunnen praten, meer op inhoud en over de effectiviteit van de aanpak tot nog toe. U vroeg ook nog naar de kosten die we nu voorstellen voor Nobelhorst en Vogelhorst. Nou, daar zie je eigenlijk nu dat een deel gewoon af is en dat het niet meer een kwestie van ontwikkelen is, maar gewoon beheer. En dus eigenlijk gewoon een wijk is zoals andere wijken is, ook al is het nog niet helemaal af in de totaliteit. Dus daarom is dat nu ook een aanvraag gedaan om daar qua beheer ook nog meer aan te gaan doen vanuit het wijkbudget. Omdat het eigenlijk niet meer via de grondexploitatie te verantwoorden is. Want het is gewoon een wijk zoals elke andere wijk aan het worden, langzamerhand. Dan kijk ik nog even naar de discussie met Lever Almere over wat voor stad wil je zijn. Daar wil ik graag aan deelnemen als ik daar althans voor uitgenodigd word. Want dat is denk ik een hele relevante discussie. Zeker met de onderzoeken die we nu op tafel hebben. De doelstelling rond energie neutraal. Een paar van u vroegen daarnaar. Het college heeft in de tijd bij de voorstellen toen ook al gezegd.
wat twijfels te hebben over de doelstelling die de Raad heeft uiteindelijk een motie aangenomen om dat energie-neutraliteit in 2022 te koppelen. Daar zijn toen wel wat waarschuwende woorden ook over gezegd vanuit het college. En ik denk dat dat wel erg aan de ambitieuze kant is geweest. Maar dat wil niet zeggen dat je het doel niet wilt halen, alleen misschien het moment later moet doen. Dus ik denk dat we flink moeten bijsturen nog om het echt te halen in 2020. En nu moet dan ook de financiële consequenties daarvan accepteren. Want dat betekent wel dat je nog veel meer geld moet investeren. Bijvoorbeeld in energiebesparing en ook verder isolatiemogelijkheden. Wij hopen dat het nieuwe kabinet komt met een aantal voorstellen. Maar juist over een van de belangrijke dingen, namelijk woningaanpassing en woningenergiebesparing, komt daar eigenlijk heel weinig uit de bus. Dus dat is wel een tegenvallertje, moet ik zeggen. Wethouder, de heer Beenhout heeft een vraag. Ja, want de wethouder heeft natuurlijk helemaal gelijk. Dat als je een ambitieuze doelstelling niet haalt, dan kun je dat of later doen of extra investeren. Maar mijn vraag is eigenlijk, waar staan we nu? Want heeft u met deze begroting nu impliciet ervoor gekozen om de doelstelling later te realiseren? Of vindt u dat u met de investering die in deze begroting zit nog op koers ligt? Kijk, het programma loopt sowieso volgend jaar af, dus het nieuwe college zal opnieuw een doelstelling plus middelen en ambitie moeten uitspreken. We hebben in de rapportage die we kort geleden aan u hebben toegestuurd al gezegd dat de doelstelling sowieso later wordt. Want de grote klappers, met name rond wind, moeten nog gaan komen. Die zitten nu wel op koers, maar die moeten wel gaan komen. Maar daarmee haal je zelfs ook nog niet de energie-neutraliteit. Wil je dat halen, zal je vooral heel veel moeten doen in isolatie en energiebesparing in bestaande woningen en bij bedrijven. Daar zit een deel bij nu bij het energieakkoord van het Rijk. Maar nog lang niet genoeg om die doelstelling heel op korte termijn te kunnen halen, denk ik. Maar ik wil graag met u die discussie wel verder voeren. Maar dan denk ik wel, moet het ook de ambitie zijn van het college, volgende college, om daar ook de keuzes in te maken. Wethouder, ik begrijp dat ik mevrouw Kips net gemist heb. Die stak ook een vinger op. Neem maar dat u een vraag heeft voor de wethouder. Gaat uw gang. Ja, een aanvullende. Ik snap niet dat u mij gemist hebt. Ik heb hier staan zwaaien als een gek. Maar ik zal wat nadrukkelijker zijn de volgende keer. Het klopt wat de wethouder zegt. Maar over die ambitie, dat hij heel ambitieus was 2022, was een motie van GroenLinks. Het is natuurlijk. Maar ik wil er wel even bij aanvullen dat de oorspronkelijke ambitie van het college toenertijd, want als het verhaal verteld moet worden, wordt het wel helemaal verteld, was 2025. Dat is ook de reden waarom ik vragen heb gesteld over wanneer dan wel. Want het maakt in mijn ogen wel uit of dat in 2023 of 2024 gehaald wordt. Of dat het college denkt dat het 2030 wordt. Dus die antwoorden op die vragen zijn wel voor belang. Want ik ben het met u eens dat er meer op investeren. Wij zouden daar ook zeer toe bereid zijn om daar meer investering in te doen. Maar dan moeten we inderdaad terecht weten waar we staan op dit moment. Gaat u gang. Vraag, denk ik. Ik denk als ik heel eerlijk ben en plus de windparken die hier aan gaan komen en nog wat kan toerekenen ook aan energiebesparing in woningen en bedrijven, dan halen we denk ik ook 2025 niet, als ik heel eerlijk ben. Maar ik kan me wel voorstellen dat ik nog een paar met de ambtenaren ook een aantal scenario's uitwerk en die nog eens bij u voor neerleg. En dan is het dan nu uiteindelijk al niet te betrekken bij de volgende periode. Zodat we ook weten wat er voor nodig is bij welk scenario. Maar aan ambitie is het voor mij geen gebrek. Maar de keuze zal straks denk ik wel weer in een nieuw bestuur moeten worden gemaakt ten aanzien van de consequenties daarvoor. De heer Beenhout. U had nog een vraag? Kijk ook even naar mevrouw Kips, want dit vind ik een heel belangrijke handreiking die ons ook gaat helpen om keuzes te maken. Dus ik zou op dit punt wel dat als een toezegging willen noteren als de wethouder dat ook op die manier bedoelt. Wethouder, dit is een toezegging. En kunt u dan over termijn aangeven? Ja, dan krijg je dat het volgende alweer. Dus dan moet ik even naar mijn rechterbuur, want ik doe het werk niet. Dus. Nou ja, ik denk februari is dat zo. Ja, dus we zitten nu al in november, dus geef me even tijd. Dan zal het toch januari, februari worden. Dus wel het nieuwe jaar. Dus als u dat kunt billijken, dan wordt dat het nieuwjaarsboodschappen, zou ik maar zeggen. Ja? Oké. Dan, even kijken. GroenLinks pleit nogmaals voor goede participatie. Ik denk ook, als er ergens met stadsvernieuwing kan je alleen maar mensen moeten zelf
geloven in de toekomst van een eigen wijk. Dat is zeg maar, de basis van stadsvernieuwing eigenlijk. Dus dat moet je vooral ook samen met bewoners zelf doen. Want daar moet het geloof en ook het vertrouwen in de toekomst ook zitten, in hun eigen buurt. Dus daar ben ik het heel erg mee eens. En daar kunnen we nog veel in leren. Dat geef ik ook daarin nadrukkelijk ook aan. Een aantal vroegen ook nog over de afstemming in de regio. En dat gaat niet alleen over Amsterdam. Want wat we wel zien is dat er veel woningen nodig zijn in de hele regio. Iedereen moet zijn deel doen. Zowel nieuwbouw, maar ook transformatie en al die andere dingen. De verdichting. En het is wel kunst om ook in welke segment je nou zit te roeren. In welk papje dan ook. Wel goed met elkaar af te stemmen. Want als ze allemaal tegelijkertijd in hetzelfde segment op de markt komen, dan gaat het niet goed. Dus, en dat is dan wel een kunst. In Muiden gaat een heel groot project beginnen. Duurder project overigens. Een dure klas. Deel in richting Weesp en Muiden zit dat. Er zijn meer van die grote projecten die op enig moment op de markt komen. En we moeten goed kijken wat dat betekent voor onze productie. Het is niet geen bedreiging, maar je moet weten hoe je omgeving, wat die in de aanbieding heeft. En wanneer jij iets in de aanbieding hebt, dat lijkt me op zich goed voor een winkel sowieso. Dus we hebben ook in de samenwerkingsafspraken met Amsterdam overigens dinsdag vastgesteld dat juist op het vlak van woningbouw de afstemming wel belangrijker is. Zij kunnen steeds minder zelfbouw mogelijk maken met kabels. Het is hier bedacht bijna min of meer. Dus wij kunnen dat wel voor een deel opvangen als het daar niet meer kan bijvoorbeeld. Dus die vraag moet ergens terechtkomen en ik vind het geen straf als dat hier terecht gaat komen. Wethouder, ik zag een vinger bij de heer Jansen en daarna nog bij de heer De Kat. Gaat u gaan. Ja, voorzitter, het rekenkamerrapport van een tijdje geleden was natuurlijk daar ook vrij duidelijk in die aanbeveling. Alleen, het gaat natuurlijk niet alleen om de concurrentie met andere gemeenten om ons heen. Het gaat ook, en daar ging onze vraag ook met name om, het ging ook om de concurrentie van de verschillende plannen die wij zelf hebben, ook die nog op te starten zijn. Daar ligt ook bij ons een vraagteken in hoeverre daar de onderlinge concurrentie gaat optreden. We hebben daar wel eens eerder een discussie over gehad. Dit is ook misschien niet de plek om die uitgebreid te voeren, maar wilt u daar wel rekening mee houden dat het wel degelijk iets is wat gaat spelen, gezien de plannen die we op dit moment hebben? Of dat echt zo is, mag ik op dit moment even te betwijfelen, omdat de druk enorm hoog is. Op dit moment kan je bijna alles kwijt in dat middensegment, bij wijze van spreken. Maar die vraag is wel terecht, dat je ook voor jezelf die vraag moet stellen of je alles in dezelfde periode gaat doen. En wat zet je dan op de markt? Maar de vraag hier was in ieder geval ook de afstemming in de regio nadrukkelijk in beeld te brengen. En dat vind ik ook terecht. Niet als een bedreiging, maar wel als een rekening houden met je omstandigheden en je omgeving. En in de NPGA zullen wij ook die discussie verder met je voeren of het echt een pijnpunt is en wanneer het een pijnpunt is. Want met deze woningdruk op dit moment zie ik dat eerlijk gezegd nog niet zo heel erg. Hooguit dat we ons eigen programma ons in de weg zit. Dat we niet kunnen produceren omdat we eigenlijk dure woningen daar allemaal bedacht hadden waar minder vraag naar is. Dat is volgens mij veel meer de tempo bepaler op dit moment in deze stad dan de vraag naar het middensegment. Wethouder, meneer De Kat had ook nog een vraag voor u. Gaat uw gang. Ja, het gaat dan om die regio. We hebben vorige week, dacht ik, hebben de MRA besproken en hoe de rollen daarin verdeeld zijn. En ik heb toen in een vrij ingewikkeld betoog gezegd dat we wat trotser op onszelf mogen zijn. Dat wij de oplossing zijn in ruimte, ook in creativiteit, denk ik. Waar het gaat om woningbouw, ook voor andere steden. Maar dat ik wel wil voorkomen dat we het afvalemmertje worden. En met name van Amsterdam, waar het idee heerst dat er wat meer in het hogere segment gebouwd moet worden. Nog even los van de grachtengordelprijzen waar je als normaal mens niet meer kan wonen. Vraag is dus tweeledig. Hoe ziet u dat? En wordt het niet eens tijd of wordt het niet tijd? Nee, ik heb het vorige week nog een jaar gegeven. Moeten we het over een jaar niet eens hebben of wij veel meer leiding in deze problematiek moeten nemen en ons minder, dus bijvoorbeeld, nou niet bijvoorbeeld, dat we meer de leiding daarin moeten nemen in dat proces en ons iets minder afhankelijk maken van wat wensen van anderen zijn.
Wethouder. Ja, volgens mij is dat helemaal niet de situatie dat wij ons afhankelijk maken van anderen. We hebben al veel meer een eigen bewuste beleid dat we zelf onze wijken creëren, onze eigen bijzondere identiteit ontwikkelen. En daar ook, daarom zijn we denk ik ook populairder geworden, omdat we dat ook zelf gewoon zelfbewust doen op dit moment. En ondertussen is de woningmarkt ook nog aan het overlopen. Dus we zitten helemaal niet een afvalputje te creëren. Nee, we gaan juist met onze eigen identiteit, met bijzondere wijken verder ontwikkelen. Dat is juist de kracht, denk ik. En dit weekend hoop ik dat er, kunt u ook nog wat zien in de Volkskrant daarover, met een 2 pagina's daarover, over die bijzondere projecten die Almere realiseert. Dat maakt denk ik ons ook interessanter dan in het verleden misschien, toen met veel van hetzelfde allemaal zaten te bouwen. Ook nog op heel veel plekken. Dus ik zie helemaal niet het gevoel dat wij ons afhankelijk van wat anderen ons over de schutting gaat gooien of over de brug brengt. Dus dat is helemaal niet volgens mij ook de zelfbewuste lijn die we moeten kiezen. We hebben zelf een ontwikkeling te gaan voor onze eigen mensen, maar ook voor mensen in de regio. En daar kiezen we onze eigen identiteit in. En daarom zijn we mooi. Wethouder, volgens mij bent u duidelijk. Kunt u verder gaan met uw antwoorden? Nou, ik was er volgens mij. Dat laatste is denk ik toch ook de betaalbaarheid. Want een aantal van u hebben er ook al voor gepleit. Ook het PvdA heeft nogmaals daar ook voor gepleit. Daar hebben we prestatieafspraken over met de corporaties. Daar houden ze zich ook aan. En we zullen, kunt u laten zien dat we ook in de nieuwbouw, dat je echt een nieuw betaalbare woning ook voor elkaar hebt gekregen in de productie, zult u zien dat die volgend jaar echt een zeer hoog percentage, 85%, onder de 600 euro gebouwd gaan worden. In de nieuwbouw hebben we het dan over. Ook omdat er veel kleine woningen worden gebouwd, om juist aan die grote groep aan eenpersoonshuishoudens ook meer tegemoet te komen. Dus dat gaat beter lukken de komende periode. En de volgende opgave is om ook de dure scheefwoners in deze stad wat meer tegemoet te kunnen gaan komen. Daar wil ik het bij laten. Dank u wel. Ik kijk even rond. Kunnen we over naar het Fonds Verstedelijking Almere? Of zijn er nog dingen gemist door de wethouder? Nee. Oké. Ik stel voor om na deze volgende ronde dan even een korte pauze te nemen. Volgens mij is daar wel behoefte aan. En kijken of we dit in een half uurtje doorheen kunnen krijgen. Om 30:30. Zullen we dan 1 uitzondering? Oh, daar komt iemand aan. Prima. Dan gaan we gewoon verder op rechts. Dan begin ik bij de heer Iskender van de PvdA. Gaat uw gang. We hebben het dus over het Fonds Verstedelijking Almere, even voor de duidelijkheid. Ja, ik ga het u heel makkelijk maken, voorzitter. We hebben geen punten voor dit onderdeel. Dank u wel. Dan ga ik naar de heer Beenhart. Voorzitter bedoel ik natuurlijk. Voorzitter, ik heb 1 punt. Dus wellicht dat mevrouw Van Hoofd dadelijk 10 punten heeft. Dat gaat, want op zich zijn de programmalijnen uit het Fonds Verstedelijking herkenbaar. En nou, daar zitten natuurlijk ook tal van goede suggesties in. Ik heb 1 aandachtspunt dat ik mee zou willen geven. De ontwikkeling van het station is volgend jaar moet dat concreter worden als ik het goed zie. Eerder is daar wel over gesproken, ook in zeg maar, bijeenkomsten buiten deze zaal. En een van de dingen die wij in ieder geval heel erg belangrijk vinden is om zeg maar, het thema zeg maar, vergroening van ook die omgeving mee te nemen. Ik denk dat het ook heel erg past bij de ambities die we verder hebben van vergroening van het centrum. Dus mijn vraag is of u me daar misschien nog op gerust kunt stellen dat het inderdaad een aandachtspunt is. En verder kunnen we prima leven met de voorstellen zoals ze er liggen. Dank u wel. Ga ik naar mevrouw Kips van GroenLinks. Nou, het loopt op hoor. Want ik heb 2 puntjes. Of eigenlijk 3, maar heel kort. Ten eerste even mijn waardering voor het feit, want inderdaad, er zit niks verrassends bij. Dat kan je ook negatief uitleggen, maar in dit geval komt dat omdat we op diverse wijze wel meegenomen worden. Niet alleen hier in de zaal, maar ook via, ik vergeet altijd de namen van die bijeenkomsten, maar Almere 2.0 geloof ik. Maar die waardeer ik altijd heel erg, omdat we dan heel inhoudelijk op die projecten ingaan. Ik heb 1 inhoudelijke opmerking over het station. Dat is eigenlijk in lijn met de eerdere opmerking over participatie. Tijdelijke inrichting Mandelaplein. Ik neem aan dat u daar de bewoners meeneemt. Maar daar ga ik bijna vanuit inmiddels. Een tweede vraagje, dat is wat de inhoudelijke vraag. Het gaat over stad zonder gas. Dat gaat over dat ultradiepe boren naar aardwarmte. Daar staat iets in over risicobeheersing. En dan een zinnetje over
Iedere onderzoeksfase heeft een go en een no-go. En een proefboring. Maar als ik nou de samenhang tussen die drie zinnen lees, dan vraag ik me af wat ik nou lees. Kan het nou zo zijn? kan het nou zo zijn dat er een risico is, een geologisch risico, niet een financieel geologisch risico, waardoor er geen go is, dus dat we helemaal niet gaan proefboren, of gaan we sowieso proefboren? Dat was mijn vraag. En dat was hem. Dank u wel. De heer De Kat van Leefbaar Almere. Ja, ik zit even te kijken naar die onderwerpen waar ik net zei dat ik het er nog wel over wil hebben. Dat wil ik ook wel, maar eigenlijk niet nu. En in technische zin heb ik geen vragen, dus we houden het kort. Dank u wel. Mooi. Dan ga ik over naar de heer Busby van D66. Dank u wel, voorzitter. De programmalijnen die er staan, die zijn wel heel goed van op de hoogte. Ik wil me graag aansluiten bij mevrouw Kips van GroenLinks over stad zonder gas. De diepteboringen, de staatstoezicht van de mijnbouw, die kijkt er heel kritisch naar. En wij zullen daarom ook dat heel nadrukkelijk volgen, want uiteindelijk vind het een heel goed plan, want Almere wordt er in één keer heel CO2-neutraal van, maar het moet hier niet gaan beven. En tot slot, bij de omgeving van het station, graag heel veel aandacht voor de fiets. Dank u wel, dan ga ik naar de overkant. Dank u wel, voorzitter. Mevrouw de Zuma, gaat uw gang. Merci. Wij hebben ook kennis genomen van het programma van FVA. Wij vragen ons alleen af, is het mogelijk om nog te schuiven binnen deze programma's? Want de SP zou graag zien dat er meer geld gaat naar onderzoeken voor duurzaamheid en stad zonder gas, zou ik maar zeggen. Ik begrijp dat proefboringen nodig zijn, maar ook heel kostbaar zijn. Dus ik zou graag willen weten, wat zijn de mogelijkheden? Wat betreft het station hebben we de volgende vraag. Komt er ook nog een financiële bijdrage vanuit NS of ProRail? Want die kan ik namelijk nergens terugvinden. En dat was het eigenlijk wel. Dank u. Dank u wel. Dan ga ik naar de heer De Leeuw van AP Opa. Gaat u gang. Dank u wel, voorzitter. Op dit onderdeel hebben wij geen bijzondere dingen. We kunnen ons aardig vinden in het verhaal. Ik denk dat u allemaal aan een pauze toe bent. De heer Jansen van de PVV, gaat u gang. Ik zal het ook wel een beetje. Ja hoor. Ik zal het ook kort houden. Ik zal alleen aangeven welke onderdelen wij hier niet zo gecharmeerd van zijn. Natuurlijk het thema Growing Green vinden wij helemaal niets. Programma lijn 1, Floriade wordt daar genoemd, ruim 2 miljoen. Zijn wij natuurlijk niet zo'n voorstander van, oftewel tegenstander. Programma lijn 2.1, Flevo Campus, hebben we ook recentelijk tegengestemd. En programma lijn 3 gaat over het upcycling. Energy en upcycling, ja, dat vinden wij ook niet hetgeen waar deze gelden aan zouden moeten worden gespendeerd. Misschien dat we hier nog iets over indienen, maar dat weet ik op dit moment nog niet. Dank u wel. Dan ga ik naar mevrouw Van Hoof van de VVD. Nou, dank u wel. Oh, het wordt gezwaaid aan de overkant. Ja. Neem me niet kwalijk. Om de een of andere reden heb ik een hele rare vlek in mijn... Mevrouw Kips heeft een vraag aan mevrouw Van Hoofd, neem ik aan. Gaat de gang. Ik zal dus met die fractievoorzitter opnemen. Nee, ik had een vraag aan de heer Jansen. Maar ja, u zat zo nadrukkelijk naar rechts te kijken en links te kijken. Neemt u me niet kwalijk. U heeft een vraag aan de heer Jansen van de PVV. Gaat u gang. Ja, ik denk dat u de volgende keer misschien beter kunt beperken en welke programmalijn u wel ziet zitten. Maar mijn vraag was dus eigenlijk, als ik het goed begrijp, ziet u wel brood in de programmalijn cultuur? Want dat zou mij heel erg veel deugd doen. Nou, voorzitter, ik ben er zowaar een vergeten. De programmalijn cultuur vinden wij ook niet zo'n goed idee. Dank u wel, beiden. Dank u voor de tip. Ja. Sorry. Ik ga verder. Mevrouw Van Hoven. Ja, ik ga de volgende keer ook niet meer zeggen dat er wordt gezwaaid aan de overkant. Nee, oké. Okay. Nou, wij zien dat het Fonds Verstedelijking Almere zich steeds concreter manifesteert in de ontwikkeling naar een stad van 250.000 inwoners. En dat de projecten die hieronder vallen ook een permanente bijdrage leveren aan de stad die je dan wilt zijn. Dus dat vinden wij heel erg positief. Wij kunnen ons vinden in de gemaakte keuzes, maar we hebben nog wel een opmerking/vraag.
Dat staat op bladzijde 172. Daar staat de aanvraag Dialogues Floriade. Dat is vrij sumier omschreven. En daar zouden we graag een nadere toelichting op krijgen. En specifiek omdat er wordt gezegd dat wij internationale wetenschap naar Almere en de Flevo Campus willen halen. En wij benieuwd zijn wat dit betekent voor de samenwerking met de Universiteit van Wageningen. En hoe we dat gaan positioneren. En dan hebben we nog wat dingen over de Floriade, maar die gaat mijn collega zo meteen integraal meenemen. Dank u wel. Dank u wel. Ik kijk eens even de zaal rond. Nee, er zijn geen reacties. Gaat uw gang. Ook even een paar opmerkingen. Dank voor de steun voor het brede programma, behalve dan de PVV. Maar duurzaamheid en cultuur zijn niet aan de PVV besteed, weten we inmiddels ook. Dus de toekomst en het leuke in het leven, daar valt de PVV toch bij af, helaas. Maar dat is niet nieuw. Het is geen nieuw geluid. Dus u bent daarin wel consistent, moet ik u toegeven. De opmerking over het station is denk ik wel van belang, want dat is wel in mijn geval een doorn in het oog. En ook echt een punt wat aangepakt moet worden. Er is nu in de maak en hopen daarin dit jaar nog wel een eerste klap op te geven. Is een pakket tot aan 2022. Daar zitten ook investeringen van de NS en ProRail bij, wat ze moeten doen. Om het in ieder geval leuker te maken, veiliger en ook toegankelijker te maken voor het gebied. En in ieder geval op weg naar het groenste station van Nederland wat mij betreft. Zowel in duurzaamheid, maar ook in de uitstraling. Dus daar kun je nog heel veel mooie dingen mee bedenken. Dan hebben we een periode tijdens de Floriade. Dan moet het er goed uitzien, maar ook heel erg. Dan kan je nog wat extra's doen tijdens die periode. En daarna willen we toch wat een ander traject ook inzetten. Dat is, daar gaan we nu wel mee aan de slag. Dat is echt een gebiedsontwikkeling rondom het Centraal Station. Want daar is veel te beleven. We hebben eigenlijk leegstaande gebouwen daar, kantoren die helemaal geen rol meer hebben. Een aantal kantoren die wel een functie gaan krijgen, nou ook in hotelsfeer. Dus aan de andere kant zien we daar steeds meer beweging ontstaan rond het station. Dat vraagt ook weer het nieuwe nadenken over het plein daarachter. Het is eigenlijk helemaal geen plein, het is gewoon een tochtgat met een, ja, wat is het eigenlijk? In ieder geval een tochtgat, maar geen plein. Dus een plein krijg je ook door weer wanden te creëren. Dus daar wordt, en daar is ook ruimte voor als je dat zou goed bekijken. Dus we gaan eigenlijk een proces in voor de gebiedsontwikkeling rondom het station. Daardoor ook weer andere functies ook toegevoegd zullen kunnen worden. Waardoor het hele gebied ook eigenlijk opgetild wordt tot een hoger niveau. Dat zal meer tijd en ook meer kosten vragen. Dus daar wordt nu eigenlijk een start mee gemaakt. En dat zal denk ik in de loop van volgend jaar wel op de tafel komen. Maar we moeten nu al een paar stappen gaan zetten die in ieder geval niet in de weg zitten. En ons eigenlijk al helpen op weg daarnaartoe. En dingen die zo evident zijn, die sowieso moeten. De no regret heet dat tegenwoordig in het jargon. Maar daar wordt nu aan gewerkt. Dus drie fases tot 2022, tijdens de Floriade. En wat daarna nog moet gebeuren in de hele gebiedsontwikkeling op dat vlak. Er zijn drie stappen. Daar worden fietsparkeren nadrukkelijk in meegenomen. Dat is ook een van de eerste onderdelen die ook aangepakt gaan worden in het pakket tot 2022. Dus meer fietsparkeren en met name op die plek waar je s'avonds niet wilt zijn. Als ik laatst weer er even was, dacht ik van nou, daar wil je s'avonds niet wezen als het gaat om gedeal en al die andere dingen wat daar gebeurt. Dus daar wordt naar gedacht om dat op een andere manier te gaan invullen, zodat je die functie ook eigenlijk daar veel minder de dominantie is wat je nu ervaart s'avonds. Even kijken, er waren nog wat vragen ook over de stad zonder gas. Wij zijn niet opgericht om te gaan boren in de grond. Daar is de gemeente niet voor opgericht en dat moeten we ook niet willen. Daar zijn andere partijen veel geschikter voor. Dus het onderzoek gaat eigenlijk steeds meer over de kans kleiner maken of de kans zo groot mogelijk maken dat we succesvol zouden kunnen gaan boren. En hoe dat dan moet, dat moet de markt vooral doen. En dan moet je een combinatie maken hoe je dat gaat doen. Daar zijn wij niet eens leidend in, want dat is ook iets waar het Rijk een keuze in moet maken, hoe je eigenlijk de markt ordent als het gaat om boringen bij geothermiek, zeker op deze diepte. Want daar zijn veel risico's aan, maar, en niet alleen maar technisch, maar ook andere vraagstukken die daar spelen. Dus de afweging of je zo diep de grond in moet gaan, kunnen wij niet eens maken. Daar zullen we het Rijk ook nadrukkelijk bij nodig hebben in die afweging. Wethouder, mevrouw Kips heeft een verduidelijkingsvraag voor u. Ja, ik weet eigenlijk niet of u nou antwoord geeft op mijn vraag of dat u mijn vraag niet begrepen heeft. Dus ik zal de vraag, want ik snap uw antwoord, maar dat was niet helemaal mijn vraag. Mijn vraag was, kunnen die onderzoeken ertoe leiden dat we zeggen we gaan het niet doen? Ik begrijp nu half en half dat niet aan ons is.
Wij zijn aan de zet als het gaat om de volgende stap, om geld te investeren voor nader onderzoek. Er komt steeds meer een duidelijker beeld bij of de kansen er zijn en hoe je dat zou moeten benutten. En dan, daar zullen we u ook over rapporteren. Maar wij gaan zelf niet boren, voor alle duidelijkheid. En het kan ook zijn dat de keuze is om het niet te doen, omdat er de risico's te groot zijn. Of de geologische, nou wat u noemde, dat we daar niet al te veel mee moeten vroeten. En die afweging moeten we niet alleen maken. Dat kan niet alleen. Dat is eigenlijk een nationaal afweging. Want anders zitten we weer in Groningse toestanden. Dat willen we niet met elkaar. Maar wel stapsgewijs steeds verder gaan in het ontwikkelen. En de kans zo groot mogelijk maken dat we een succesvolle boring mogelijk zouden kunnen maken. De heer Iskender, zag een hand van u. Gaat u gaan. Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, een van de voordelen die de Partij van de Arbeid zag bij geothermie... was dat we wellicht concurrentie zouden kunnen gaan organiseren op het stadswarmtenetwerk. Wat wellicht een effect kan hebben op de prijzen die Almeerders betalen voor hun stadswarmte. Wat ik nu van de wethouder begrijp is dat het vooral aan de markt wordt gelaten om die boringen uit te voeren. Wellicht in samenwerking met het ministerie qua vergunningen. Maar ik zou de wethouder dan eigenlijk willen vragen of het misschien mogelijk is om als gemeente invloed uit te oefenen op dat er uiteindelijk een situatie ontstaat waarbij er wel concurrentie is. Dus dat niet de partij die nu zeg maar stadswarmte in de stad verzorgt, dan straks ook de geothermie gaat verzorgen. Dat zou een gemiste kans zijn wat mij betreft. Ik zou het bedoelen toch anders, want als wij NUON zo gek krijgen om de boringen te doen en ze zijn steeds meer aan het verduurzamen als bedrijf, omdat ze een aandeelhouder die dat als opdracht heeft meegegeven. Want de kunst is om het stadsverwarmingsnet zelf te gaan verduurzamen, te vergroenen. Daar kan biothermiek geothermiek een zeer belangrijke rol in hebben. Daar kun je heel grote klappers in de hele stad, in de hele regio zelfs van maken, als je dat doet. Dus laten we die discussie nu niet voeren. Maar het zit in de grond. Dus het zou zonde zijn als je daar een concurrerend systeem naast gaat zetten. Dat kost enorm veel kapitaal en geld. Dus het is beter om te kijken om dat systeem te gaan vergroenen. En dan kom je natuurlijk wel de partijen tegen die daar een rol in hebben. Dus NUON gaat steeds meer het net beheren en zorgen dat er steeds meer groene bronnen aangesloten raken. Dat is eigenlijk de opzet. De heer Iskender heeft nog een reactie. Of vraag, gaat u gaan. Ja, de vergroening en verduurzaming is wel het laatste wat ik ter discussie zou willen stellen. Uiteindelijk gaat het ook om bedrijfsmodellen en gewoon om euro's. En wat Almeerders betalen voor de stadswarmte. Ik hoorde wethouder zelfs al de NUON benoemen. Ik denk dat ik dan van mening verschil met de wethouder. Ik heb daar een andere visie op. Ik neem dit terug naar mijn fractie. En wellicht dat we dan op dit punt met een motie zullen komen om toch wat meer voor diversiteit te zorgen. Of in ieder geval om onze invloed aan te wenden om daarvoor te zorgen. Dat mag. Ik ga naar de overkant, mevrouw de Zuma van de SP. U heeft een vraag. Ja, dank u wel. Net als de heer Iskender schrik ik ook van het feit dat NUON wordt genoemd. We zitten nog steeds met de gebakken peren van de stadsverwarming. Vele inwoners van Almere betalen gewoon veel te veel geld. En worden niet alleen geconfronteerd met veel te hoge variabele lasten, maar ook met de vaste lasten wordt ze nog eens een poot uitgedraaid door de NUON. Ik begrijp dat we het er binnenkort over gaan hebben. Maar net als de heer Iskender voel ik er niks voor om de NUON dan ook die geothermiek energie te laten invoeren in onze stad. En een beetje gezonde concurrentie, marktwerking en geen monopolist lijkt ons in ieder geval veel verstandiger. De heer Jansen, u heeft een reactie in deze strekking, neem ik aan. Ja, marktwerking is natuurlijk altijd goed in dit geval. Alleen het kan natuurlijk ook zo zijn dat je met NUON een deal kan sluiten rondom de bestaande situatie in combinatie met geothermie. Dat zou een oplossing kunnen zijn. Dus ja, waarom zou je niet in elk geval het gesprek aangaan? Het lijkt me wat zonde om dat op voorhand op die manier niet te doen. Mevrouw de Zuma. Dan heb ik nog even een vraag aan de heer Jansen. U heeft er dus geen enkel bezwaar tegen dat Almeerders niet de keus hebben om over te kunnen stappen naar een andere energieleverancier waar het betreft stadsverwarming en straks dus geothermiek. Volgens mij lopen we een beetje op de troepen vooruit. Ja, volgens mij luistert de SP niet goed. Wij hebben daar wel een probleem mee. Alleen je hebt ook een bestaande situatie. Precies. En die moet je eerst oplossen voordat je naar een nieuwe situatie toe kan. En als daarmee een onderhandelingspositie richting NUON beter kan worden, zou het onzinnig zijn om op voorhand die deur dicht te slaan. Dat is het enige wat wij zeggen. U
u bent helder. Mevrouw Kips, GroenLinks. Nou, ik wou alleen maar zeggen dat we heel erg op de troepen vooruit zitten. Waar de opmerking van de heer Iskender nog hout sneed over die. Maar ik vond het een beetje ver gaan om dan al conclusies te trekken over de tarieven. Dan ga ik nog even naar de heer Iskender. Die gaf ook aan nog iets te willen zeggen. Ja, tot slot dat ik de redenatie van meneer Janssen van de PVV ook kan volgen. Zolang het maar een bepaald effect heeft. Dus je hebt een bepaalde positie als gemeente in deze. En die zou je kunnen gebruiken om zowel de duurzaamheidskant te realiseren als de eurokant voor de inwoners. Wel een aspect wat niet vergeten moet worden. Dan ga ik verder naar de wethouder. Ik begrijp heel goed dat er in het verleden natuurlijk heel veel discussie is geweest over tarivering. En u heeft ook ons opdracht meegegeven om daar succes in te boeken. Nou, niet altijd even succesvol geweest in het realiseren, maar er zijn wel een aantal dingen ook wel gewijzigd, ook in de wet op dat vlak. Dus ik weet niet of de brief eraan komt, maar er is in ieder geval een brief ook onderweg. Over 2 weken hoor ik ergens zeggen. Komt er een brief ook over de stand van zaken op dat dossier. En ik zou ook een beetje voorzichtig zijn om daar nu al heel erg op vooruit te lopen. We zijn alleen nog maar aan onderzoeken te doen naar de kans op een mogelijke succesvolle boring. En nog de vraag wie dat zou moeten doen en of het, hoe dat dan aangesloten moet worden op het net, ligt al veel verder nog van ons af. En ik moet u wel teleurstellen, u gaat er dan ook sowieso dan niet over. Want dat gaat het warmtewet dan bepalen. En dus ook de rijken, wat voor spelregels daar van toepassing zijn. Dus ik snap dat u de emotie nu heel erg in dit dossier wil brengen. Maar ik zou toch even nadenken of dit nou het moment is om dat te doen. U wilt reageren, meneer Iskender. Ja, ik hoor de wethouder emotie gebruiken. Het heeft niks met emotie te maken, het is gewoon rationeel. Het gaat gewoon om duurzaamheid en euro's. Ik begrijp, en dat heb ik ook aangegeven wat ik zei, dat de gemeente daarin niet bepaalt. De gemeente zegt niet, goh, die en die partij mag dat doen en er moet sowieso een aanbesteding plaatsvinden. Het enige wat ik ter suggestie meegaf, en dat is ook iets wat ik in mijn fractie ga bespreken voor wat betreft de motie, is dat we onze invloed als gemeente aanwenden om eventueel gebruik te maken van een kans die zich nu aandient. Het is te vroeg op dit moment om daar over een motie in te dienen. Dus u staat u uiteraard vrij, maar ik zou het doen op het moment dat het echt relevant gaat worden. Wethouder, was u klaar met de beantwoording? Ja, maar ik wil het een beetje. We moeten ook een beetje verder. We hebben een hele korte eerste ronde gehad. Als u het goed vindt, wil ik die vraag stellen. Want de wethouder geeft aan dat het nu niet relevant is. Ik heb kennelijk geen idee wanneer dat wel het geval zou zijn. Dus dan zou ik bij deze de vraag aan de college willen stellen wanneer het dan relevant wordt. Wanneer moeten wij als raad opletten? Wanneer moeten we scherp zijn? Nou, ik denk nog wel wat periode we nodig hebben om die onderzoeken te doen. Dus dan zitten we al gauw 1 of 2 jaar verder. En dan heeft het Rijk zich ook nagedacht over hoe sowieso die hele ordening, als het al kansrijk is. Dus als u mij de opdracht geeft om in ieder geval u tijdig te waarschuwen, dat zal ik dat zeker doen. Want ik weet wat de gevoeligheden op dit punt ook liggen in de raad. En u was klaar met de beantwoord? Eén vraag van de VVD over de dialogues. Wat dat dan precies betekent en zo. En hoe dat een relatie had met hoe dat stond met Wageningen op dat vlak. Dialogues zijn vooral bedoeld om ook de stedenstrategie rond de Floriade verder inhoud te gaan geven. Om vooral via de universiteiten eigenlijk de netwerken te gaan versterken. En ook de kennis daarvan via de universiteiten het meer te gaan bundelen. En dat helpt bij de stedenstrategie die wij ook hebben om 25 bijzondere steden ook hier te laten landen tijdens die periode. En dan zijn universiteiten een heel geschikt middel. En Wageningen doet daar uiteraard heel actief in mee. Omdat ze natuurlijk heel veel netwerken hebben in de hele wereld op dit vlak. Maar het gaat nog niet om een relatief klein bedrag. Maar het is wel belangrijk op weg naar de steden die ook graag hier willen laten landen. Ik kijk even de zaal rond. Alle vragen zijn beantwoord. Dan stel ik voor dat mijn horloge geeft al een hele tijd aan dat ik 5 minuten moet gaan staan. Dat we even 5 minuten pauze nemen. En dat we dan, hoe laat hebben we het? 20:50 weer terug zijn. Goed. Ja, dames en heren, we gaan verder. Als u wil gaan zitten, graag. Ik heb het verzoek van de wethouders om de Floriade en de aanjaargelden om te draaien, zodat de heer Pol eerder weg kan. Want die heeft nog wat te vieren thuis. En
Als u daarmee kunt instemmen, dan wil ik graag beginnen bij de heer Beenhart. Die moet zo direct om 9:00 naar een andere bespreking. Dus. Ja, dus ik begin bij de heer Beenhart. Gaat u gaan. Dank u wel. En als u het dan goed vindt, neem ik mijn punten voor de Floriade en die van de AJA gelden in één keer mee. En dan, prima, dan, dat hadden we al afgesproken. Kijk ik thuis wel na wat het allemaal aan reacties op levert. Ik heb op de Floriade eerlijk gezegd niet zo heel veel. We hebben natuurlijk recent de voortgangsrapportage besproken. Dus ik vind mezelf best creatief, maar op een gegeven moment houdt het wel op. Wat wel in deze begroting even de aandacht trok, is die geluidswerende aanpassingen voor de A6. Daar werd door de SP al even in de eerste ronde een vraag over gesteld. Maar ik zou het fijn vinden om daar nog wel even wat dieper op in te gaan als het gaat om welke zoekrichting, hoe staat die kwestie ervoor? Dat is eigenlijk mijn vraag. En verder zou ik voor wat betreft de Floriade in herhaling vallen. Als het gaat om de AJA-gelden, viel mij op in zijn algemeenheid wel dat waar we vroeger eigenlijk standaard een groot punt maakten van de vraag naar cofinanciering, dat ik dat in zijn algemeenheid eigenlijk heel weinig meer aantref. Nou is dat denk ik eerlijk gezegd een soort van ingesleten praktijk geworden waarvan ik me ook wel kan voorstellen dat dat misschien ook helemaal niet een hele logische eis is, die hele cofinanciering, maar ik vind het wel opvallend. Dat ik dat niet meer echt aantref. De meeste van die AJA-gelden kunnen we steunen. Een aantal werden we echt enthousiast van. Die Tiny Forests bijvoorbeeld vinden we een mooie variatie op het thema van Tiny. Ik was nog wel benieuwd, want er wordt natuurlijk een aantal doelstellingen aangekoppeld. Een beetje in lijn ook met wat ik in de eerste ronde betoogde. Er wordt onder andere gezegd van ja, de biodiversiteit in die tiny forests is bijvoorbeeld groter. Nou, ik heb wat moeten wennen aan het feit dat het een heel serieuze discussie is. Maar het belang van insecten in de natuur is groot. Ik was wel benieuwd, we investeren dan even in een paar van die kleine bosjes. Maar mijn vraag is, is er ook iets meer te vertellen over zeg maar, het effect wat we daarmee willen bereiken? Andere waar we echt enthousiast van werden is die van de wat dan in dit stuk heet de wetlands. Eerder heette dat de gouden randen van het pampushout. Mooi initiatief. We zijn met Flevo Landschap daar ook wezen kijken. En fijn dat het ook nu aandacht krijgt. Dus die wilde ik er in het bijzonder even uitlichten. Waar we wat meer naar hebben zitten kijken is het AJA-geld dat gevraagd wordt voor de centrummanager voor Almere Buiten. We vonden er zit een taakomschrijving bij toen we technische vragen stelden over wat is nou precies de toegevoegde waarde van die centrummanager, kregen we terug, ja, dit is de taakomschrijving, dat stond al in de begroting. Maar onze vraag is eigenlijk, kunt u nog iets meer toelichten waarom dit nou precies nodig is? Want dat met name daar hadden we wel wat aarzeling bij. Dus dat zijn wat ons betreft de vragen op de twee onderwerpen. Dank u wel. Heb ik nog één vraag aan u. Bent u nog voornemens om op deze onderwerpen moties of amendementen in te dienen? Dat zullen we voor wat betreft die centrummanager al meer naar buiten bepalen als we het antwoord hebben teruggekeken. Oké, dank u wel. Dus de derde ronde. Dan begin ik op links. Dus dat is bij mevrouw Josiasse van de VVD. Ik begrijp dat u ook weg wil. Nou, dank u wel. Ja, ik wil eigenlijk weg, maar ik wil ook mijn antwoorden horen. Nee, ik blijf wel even zitten, want ik wil ook graag nog bij een andere bespreking zitten. Dus ik blijf nog even zitten. Wij hebben alleen opmerkingen over de Floriade. We hebben eigenlijk drie vragen, opmerkingen. Allereerst over het Floriade werkbedrijf. Er wordt ons in deze begroting gevraagd om hiervoor geld te voteren, waarbij verwezen wordt naar een businessplan. En dit businessplan hebben wij nog niet met elkaar besproken. Dus de VVD bevreemdt het dat u ons nu geld gaat vragen voor iets waar de inhoud nog niet over van besproken is. Dus daar graag een reactie op. En daarnaast willen we even ingaan. Dat is aangekondigd dat het in september zou worden besproken, de Floriadewerk. Maar dat plan is nog steeds niet in de raad besproken. Het ligt wel op de plank, maar het is nog niet besproken. En u vraagt wel geld in deze begroting. Dus die volgorde klopt wat ons betreft niet.
Daarnaast willen we toch ingaan, dat heb ik bij de voortgangsrapportage al aangegeven, dat het ons bevreemdt, de systematiek van de risicoparagraaf van de Floriade. We hebben natuurlijk gezegd, je hebt een paar momentopnames en dat kan betekenen dat het ene moment de risico's toenemen en dat die neem je dan ook. En het andere moment de risico's afnemen en dat neem je dan ook. De verhoging naar 11 miljoen hebben we genomen een tijdje geleden. En we zien nu dat de risicoparagraaf eigenlijk met 1,8 miljoen is afgenomen. Maar u neemt dat niet mee in de begroting. En dat bevreemdt ons dat u dat niet nu verwerkt. En tot slot hebben wij een vraag. En dat is ook een teleurstelling van ons. Wij hebben een abonnement ingediend. Waarin wij hebben gezegd dat wij met de titel besluiten op het juiste moment. En dat had ermee te maken met de extra middelen voor de Floriade-organisatie. Die 3,8 miljoen. Waarvan wij hebben gezegd, die afweging willen we in de begroting maken. We hadden in onze toelichting aangegeven dat voor ons ook het moment was. Om en die afweging te maken in het totaal van de begroting. En dat wij dan het resultaat van de marktverkenning hadden. Nou, dat resultaat hebben we niet. Maar u rept met geen woord in uw paragraaf in de begroting over dit abonnement. En u gaat heel makkelijk voorbij aan dit abonnement. En dat bevreemdt ons en daar willen we ook een reactie op. Waarom u nu het geld vraagt en ons niet aangeeft, u niet ingaat op ons abonnement wat er ligt. Dus ook graag daar een reactie op. Dank u wel. Dank u wel. Dan ga ik naar de heer Jansen van de PVV. Dank u wel, voorzitter. Alleen de Floriade of ook de aanjaaggeld? Nee, laten we alleen de Floriade doen. Is goed. Ja, voorzitter, 79% van de Almere ziet de Floriade niet zitten. En de reactie vanuit het huis is, we gaan het ze nog beter uitleggen, want ze snappen het niet. Dan is de vraag van de PVV, wie snapt het nu eigenlijk niet? Wat begrijpt het college niet? Ah nee. Ik zie dat mevrouw Kipsel reageerde. Gaat uw gang. Ja, ik heb het nu zo vaak gehoord dat ik er toch een vraag over wil stellen. Er is een onderzoek geweest, een enquête. Daar zijn 2000 mensen over geïnterviewd. Ik wil absoluut niet afdingen over de, representativiteit van het onderzoek. Want dat zal ongetwijfeld zo zijn. Maar u refereert wel steeds van, dus blijkt uit het onderzoek dat er, nou oké, dat komt uit het onderzoek op dit moment. Dat is een punt. Ik vraag u eerlijk waar. Zou u... Op het moment dat het onder... Het zijn er eigenlijk twee vragen. Ten eerste, bent u van mening dat u op basis van een onderzoek waar 2000 mensen over geïnterviewd zijn een democratische beslissing kunt nemen? Als dat ja is, ben ik heel benieuwd. B, zou u het dan ook doen op het moment dat de uitkomsten van zo'n onderzoek heel anders zouden zijn? Want dat betekent namelijk dat als wij, stel dat wij elk jaar zo'n onderzoek zouden willen doen, wat helemaal niet onwenselijk is, dat we elk jaar een ander besluit ergens over zouden kunnen nemen. Daar ben ik wel heel erg benieuwd naar. Want u stuurt heel erg aan op een besluit nemen op dit onderzoek. Terwijl vorig jaar, toen een ander onderzoek andere resultaten gaf, we u daar niet over gehoord hebben. Heer Jansen, gaat u gaan. Voorzitter, volgens mij hebben we voordat dit onderzoek bekend werd al aangegeven dat wij zelf vanuit het fractiebudget een onderzoek laten doen naar de Floriade. Dus die zaken staan helemaal los van elkaar. Alleen dit onderzoek bevestigt alleen maar dat van de 2000 mensen die gereageerd hebben, 79% het niet ziet zitten. Nou, dat is een fors percentage, voorzitter. Anders kan ik het niet maken. En het valt niet goed bij een aantal andere mensen hier, maar het is wel de situatie. De tweede, over een democratische beslissing. Tuurlijk is er een democratisch besluit genomen. En de meerderheid van de raad wil met de Floriade doorgaan. Alleen het is ook ons democratisch recht om daar iedere keer tegen in te gaan met alle mogelijkheden die wij hebben. Zo simpel ligt het. Mevrouw Kips wil reageren op u. Nou, ik concludeer alleen dat u niet... Ik snap het wel. Ik neem dat onderzoek ook heel serieus. Ik vind ook dat er naar geluisterd, maar u geeft geen antwoord op mijn vraag. U vraagt namelijk steeds, u refereert namelijk steeds dat op basis van het onderzoek een ander besluit genomen moet worden. Dat is wat u doet. En ik vraag u, ik heb u serieus gevraagd, bent u van mening dat dat democratisch is? En u geeft daar geen antwoord op. Dat is wat mijn conclusie is. Voorzitter, voor ik verder ga met mijn betoog, kan ik alleen maar zeggen, wij zijn van meet af aan tegen de Floriade geweest. Los van het onderzoek, los van de 79%, dat is ons standpunt. Geen Floriade, omdat het alleen maar verlies oplevert. Even zien, Floriade. Ik zal het voor de rest kort houden, voorzitter, want anders vallen we inderdaad in herhaling. Wij zien een post staan, €573.000 voor de organisatie Floriade. Daar zullen we een motie over indienen. We zien staan, Floriade werkt, €587.000. Nou, wat ons betreft werkt het niet. Dus ook daar zullen we een motie over indienen. Het kan zijn dat we deze motie voor beide tegelijk doen, omdat het in principe over hetzelfde onderwerp gaat. En daarnaast, de risicoreservering is inmiddels opgelopen naar 11 miljoen. We hebben al gehoord van het CDA dat winnen niet zoveel uitmaakt als we dat verliezen.
Wij vinden dat onbegrijpelijk. Het is geld van de Almeerders. En wat ons betreft zou er geen cent verloren mogen gaan. Dank u wel. Heer Iskender, gaat u gaan. Voorzitter, ik hoorde meneer Jansen zeggen dat de Floriade alleen maar verliezen oplevert. Maar we hebben ook bijvoorbeeld kunnen lezen dat de Floriade 340 banen oplevert. Hoe plaatst meneer Jansen zijn opmerking dat de Floriade alleen maar verliezen oplevert tegenover dat bericht? Voorzitter, de 340 banen die zijn in 2022, misschien iets ervoor. Daarnaast zijn het tijdelijke banen. Er is nergens gezegd dat het permanente banen zijn. En de ervaring leert ons dat tot nu toe iedere Floriade verlies oplevert. En de vooruitzichten voor Almere zien er gewoon heel, heel slecht uit. Nou, in ieder geval fijn om te horen dat ook de PVV heel veel voordelen en opbrengsten ziet aan de Floriade. Ik zou het geen opbrengst willen noemen, voorzitter. Wij zouden liever, net zoals de SP net aangaf, die 340 banen nu zien. Heb je helemaal geen Floriade voor nodig. Sterker nog, je kan heel veel banen creëren met het geld dat wij nu in de Floriade steken. Misschien is de PvdA ook van mening dat dat veel verstandiger zou zijn, of niet? U was verder klaar met uw betoog. Zullen we dan gewoon verder gaan? Want anders wordt het zo'n oeverloze discussie van waar we volgens mij niet uitkomen vanavond. Maar dat is toch een beetje het doel van politiek bedrijven, dat we dit soort discussies voeren? Of jawel, niet? Maar dan zouden we dat in de raad dan wel hier moeten doen, maar dan in het plenaire deel. En dit is meer politiek gericht, maar dan de vragen van de wethouders. Nee, ik begrijp dat u een agenda heeft, voorzitter, maar er is nog een uur op zich. Niet dat ik per se de tijd wil vullen, maar ik wil gewoon wel mijn vraag stellen als dat kan. Meneer Jansen geeft namelijk aan dat hij 350 banen kan creëren voor, 10 miljoen euro. Ik zie graag zijn plan tegemoet. Met alle respect, maar dat zeg ik niet. Ik zeg net, die 340 banen zie ik liever nu gerealiseerd worden dan over een aantal jaren door de Floriade. En als wij het geld voor de Floriade nu inzetten puur op banen, komen we denk ik een heel stuk verder. Meneer Iskender, gaat u nog reageren of zijn we nu wel klaar? Dank u wel, voorzitter. Goed zo. Dank u wel. Dan ga ik verder met mevrouw de Zuma van de SP. Gaat u gang. Dank u wel, voorzitter. Ik herhaal even de vraag die ik toen straks al had gesteld, maar die moest ik doorschuiven naar dit onderdeel. Dat waren de kosten voor die geluidsherende maatregelen. Wij zouden graag weten wat die kosten zijn en hoe we die terug gaan zien. Dan zou ik ook nog heel graag weten wat plan B is voor de geluidswal die er voor zowel het evenement als voor de woonwijk moet komen. Wat als zich geen marktpartij meldt? Nou, alle positieve berichtgevingen over bedrijven die staan te dringen bij de voordeur, rijst bij ons de volgende vraag. Is er in het grondbeleid al rekening gehouden met bedrijventerreinen, met grond voor bedrijven? Want dat vinden wij namelijk ook niet terug in de begroting. Mevrouw de Zuma, mag ik u onderbreken? Mevrouw Josiasse heeft een vraag nu. Ja, ik wil even in herinnering roepen. Waarschijnlijk was de SP niet bij de laatste bespreking van de voortgangsrapportage. U heeft het over een geluidswal en marktpartijen. Er hebben ongeveer 32 marktpartijen zich gemeld. Nou, dat is mooi. Dan hebben we geen plan B nodig. Dan kom ik weer bij Floriade Werk en Participatie. Het kost ons 1,5 miljoen. Om 340 mensen misschien een half jaar in 2022 aan het werk te helpen. Dat vindt de SP echt heel erg jammer. We hebben een Tomin-groep die zich al inzet voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. En waarom laten we die mensen niet nu al aan de slag gaan? En indien mogelijk zelfs in de bestaande stad, waar de burgers al heel veel klachten hebben over het onderhoud van het groen en de openbare ruimte. Dank u wel. Dan ga ik naar de overkant. De heer Busby van D66. Gaat u gang. Dank u wel, voorzitter. Wij zien in de begroting een actualisatie die eigenlijk voortvloeit uit de uitgebreide voortgangsrapportages van de Floriade. Deze komen naar ons inzien overeen. Daarom hebben wij geen politieke vragen aan de wethouder. Dank u wel. Dan ga ik naar uw buurman, de heer De Kat van Leefbaar Almere. Ja, dank u wel. Niks toe te voegen aan mijn voorganger D66. Behalve dat we die marktsondering die nu geweest is, die komt ongeveer half november naar de raad. En dat is onze kapstok waarvanuit we verder gaan praten over de Floriade. Dank u wel.
Dank u. Dan ga ik naar uw buurvrouw, mevrouw Kips van GroenLinks. Ja, dank u wel. Nou, ook wij hadden niet buitengewoon veel op te merken. Waar ik wel eventjes, en de VVD refereerde daar ook al aan, en de reactie van de SP nood daar toch wel toe. Dat is het Floriade Werkbedrijf. Dat ligt inderdaad op de plank. En het bevreemdt mij ook dat er in deze... Er wordt ook verwezen in deze begroting verwezen naar deze bespreking. Nou, die gaat er niet komen voor de... Tenminste, hoogstwaarschijnlijk niet voordat wij besluiten over de begroting. Dus ik vind dat wel een puntje. Nou, dat was eigenlijk mijn enige opmerking. En mocht het nodig zijn, dan vind ik ook dat we dat uit de begroting moeten halen. Het zit overigens niet in dit deel van de Floriade begroting, maar het zit bij participatie in. Dat was hem. Dank u wel. Dan ga ik naar de heer Iskender van de PvdA. Gaat u gang. Voorzitter, de tekst in de begroting over de Floriade geven geen aanleiding voor een eerste termijn. Dat is kort en krachtig. Dank u wel. Dan ga ik naar de wethouder. Wie van de twee heren? De heer Pol. Voorzitter, dank. De vraag over de risicoparagraaf van de VVD wil ik maar even oppakken. Al is maar omdat ik nog geen half uur geleden precies hetzelfde antwoord heb gegeven aan een collega van u die daar precies dezelfde vraag stelde. Dus ik ga proberen, u kunt dat vanavond nakijken of ik dan precies hetzelfde gezegd heb ook. Dat is interessant. We hebben ook met elkaar geconstateerd dat er inderdaad een aantal risico's verminderd is. Daarmee zou ook de keuze kunnen zijn om nu geld al te laten vrijvallen. Waar het niet dat we ook een aantal risico's geïdentificeerd hebben, maar waar we nog geen bedrag aan kunnen vastplakken. Bijvoorbeeld rondom de veiligheid. Daarvan hebben we gezien de afgelopen jaren, zeker ten opzichte van het moment dat wij de business case maakten, dat daar een substantieel risico is toegenomen. En dat ook, laten we zeggen, de investeringen die we daar eventueel voor nodig hebben, ook groter zijn geworden. Op dit moment loopt een onderzoek naar hoe groot dat bedrag dan ongeveer zou moeten zijn. Maar nu staat die post in de risicoreservering nog steeds op PM. Nou zou je het nu kunnen vrij laten vallen, maar de kans dat we op die post de komende periode nog toch wel iets zullen moeten doen, dat hebben we ook al eerder aangegeven, is vrij groot. Daarom leek het ons verstandig om dat niet op dit moment te doen, niet op dit moment te laten vrijvallen. Misschien even voor de helderheid, ik begrijp dat daar ook in eerdere termijn iets over gezegd is, over hoe ga je nou met die risico's om. Die risico's en de risicoreserveringen van de Floriade, we moeten natuurlijk alles financieel in het werk stellen om die de komende jaren steeds meer te laten vrijvallen. Daar moeten we ons vooral druk over maken. In de vorige bespreking waar ik was, ging dat daar ook even over. In aanloop naar het evenement wil je natuurlijk zoveel mogelijk zekerheden realiseren op een aantal van dat soort punten. En dus zullen we vaker voor het moment komen te staan dat er van dit soort bedragen, als het goed is, kunnen vrijvallen. En je zult elke keer op dat moment moeten beschouwen of dat ook in het licht van andere risico's die je zit, of dat verstandig is of niet. Dat is de reden waarom het nu op deze manier aan u wordt voorgesteld. We hebben afgesproken dat ik ook maar even de beantwoording over het Floriade Werkbedrijf doe van collega De Jonge. Ik begrijp dat het raadsvoorstel daarover al wel geruime tijd bij de gemeenteraad ligt. En ik snap wel dat het af en toe wat ingewikkeld is om dat allemaal op tijd en tijdig en na elkaar goed te agenderen. Al is het maar omdat er een grote hoeveelheid aan stukken met betrekking tot de Floriade de afgelopen periode ook al in de gemeenteraad besproken is. En mijn verwachting en voorspelling is dat het de komende jaren nog wel eens vaker door elkaar heen gaat lopen. Ook omdat je ziet dat de omloopsnelheid van die besluiten gewoon vrij groot is. Dat maakt het ingewikkeld. Wij hebben wel het raadsvoorstel voor de begroting naar de gemeenteraad gestuurd. Maar het is nog niet tot agendering en bespreking daarvan gekomen. Overigens staat in dat raadsvoorstel dat de uitkomsten van die bespreking afhankelijk zijn van de besluitvorming en de begroting. Dus beide stukken verwijzen in die zin ook nog wel enigszins naar elkaar. Ja, je zou op een of andere manier voorbehoud kunnen maken bij deze begroting, waarbij je zegt, we reserveren de middelen. En zoals we dat wel eens vaker gedaan hebben, ik herinner me bijvoorbeeld bij de aanjaaggelden in het verleden hebben we dat wel eens op die manier gedaan. We willen eerst de bespreking afwachten en dan pas geven het vrij of iets dergelijks. Want ik snap heel goed dat dat de volgorde hoort te zijn. Maar het is af en toe gewoon logistiek heel ingewikkeld om dat tijdig ook in de gemeenteraad te bespreken. Dat is de informatie die ik erover heb. Wethouder, mevrouw Josias van de VVD heeft een vraag aan u. Ik wil er toch een kleine correctie op aanbrengen. En ik wil niet zeuren over maanden, maar ik heb het de vorige keer ook al aangegeven op de planning. Het lag pas bij de raad na 30 september, dus in oktober. En u had aangegeven in de planning dat het in september zou gebeuren. En dat is gewoon niet gebeurd. Wethouder. Oké,
Dat begrijp ik. Daarom zeg ik, er zal ook in de komende periode echt nog wel zo zijn dat het logistiek moeilijk, die producten moeilijk op elkaar af te stemmen zijn, financiële producten ten opzichte van die inhoudelijke producten. Daar is volgens mij uiteindelijk ook inhoudelijk en procedureel wel mouw aan te passen. En daar moet een oplossing voor te vinden zijn die niet heel ingewikkeld is. Dan misschien nog heel even over de inhoud, want dat hoorde ik vanmiddag ook al even bij de beschouwingen rondom het Floriade werkbedrijf en de bedragen en aantallen die daar genoemd worden. Die 340 mensen zijn niet alleen in 2020, sterker nog, de eerste mensen werken op dit moment al gewoon aan de Floriade met een afstand tot de arbeidsmarkt. En die 340 banen zoals ze becijferd zijn, zijn ook nog eens structureel van aard. Dus ze zijn niet voor slechts een halfjaartje. Overigens is het wel interessant, want de SP wekt de suggestie, ik weet niet of dat de bedoeling is, maar dat je met die 1,5 miljoen, laat zeggen, een jaar lang die mensen aan het werk zou kunnen houden. Aan het beheer in de stad. Ik maak heel veel dit verhaal, ik heb de vraag gezien. Ik heb even altijd een beschouwing snel zitten uitrekenen dat je dan op ongeveer €4.000 bruto per persoon uitkomt. Ik weet niet of dat helemaal in lijn is met wat de SP daarmee bedoelt. Maar voor 1,5 miljoen 340 mensen structureel aan het werk krijgen. Er zijn maar weinig reïntegratiebedrijven in Nederland die dat voor elkaar krijgen. Mevrouw de Summa, gaat u gang. Dank u wel, voorzitter. Dat half jaar heb ik niet bedacht. Dat staat gewoon in uw eigen begroting. En dan is het niet 1,5 miljoen waar je die 340 mensen uitbetaalt. Deze mensen hebben nu al een uitkering. En net als andere mensen die bij de Tomin onder zijn gebracht, met een afstand tot de arbeidsmarkt, zou je deze mensen op dezelfde wijze nu al aan de slag kunnen laten gaan in de bestaande stad, in openbare ruimte. En die 1,5 miljoen, de Tomin wordt al door ons betaald, is dan gewoon nog eens een extraatje. Dus het gaat niet om een jaarsalaris voor die mensen. Het gaat erom dat we met 1,5 miljoen deze mensen nu al aan de slag zouden kunnen hebben. En eventueel gewoon via de Tomin, die ook al van ons is. Mevrouw Kips, hebt u gelijk een soortige vraag? Nou ja, dit onderschrijft dat ik het van belang vind dat we dit stuk bespreken voordat we over de. Want daar staat namelijk zoveel meer in. Het gaat om zoveel meer dan iemand in het groen aan het werk zetten. Want dat is wat me overigens verbaast van de SP, want het is ook nog eens arbeidsverdringing. Maar Allah. En ik heb gehoord van de wethouder dat het niet zo'n probleem is om het even op te. Het gaat ook niet om gigantische bedragen in deze begroting. Maar dat we het op kunnen schorten en dat het niet per definitie naar de voorjaarsnota moet. Wethouder, goed gaan. Nou, op dat laatste volgens mij is daar een mouw aan te passen. Moeten we even kijken hoe we dat procedureel regelen. Op het eerste punt, ik ga een beetje buiten mijn eigen portefeuille om. En ik heb veel respect voor wat de Tamin-groep doet, maar voor 1,5 miljoen 340 mensen structureel aan het werk krijgen, dat kun je echt niet van Tamin vragen. En ik geloof ook niet dat dat helemaal de praktijk van alle dag is. En verder verwijs ik dan maar graag naar de agendering van dat stuk, want dan kunt u daar fijn met elkaar over discussiëren. Maar laten we wel een beetje het perspectief, dat perspectief voor ogen houden. Mevrouw de Summa. Dan zou ik de wethouder toch nog een keer willen corrigeren. In de begroting staat echt voor een half jaar. Niet structureel, voor een half jaar. Wethouder. Nou ja, mijn informatie is dat het om 340 structurele banen gaat. We hadden het ook over het half jaar. Ik zou het wel op prijs stellen als de wethouder dan wel duidelijkheid kan verschaffen hierover. Wethouder, kunt u dat uit laten zoeken? Nou ja, ik heb het net 3 keer herhaald en ik heb 3 keer dezelfde vraag gekregen en 3 keer hetzelfde antwoord gegeven. Nou, meer duidelijkheid krijgt u van mij niet. En als u meer duidelijkheid wilt, dan kan het bij de agendering over dit onderwerp. Het lijkt mij dat de wethouder duidelijk is. Voorzitter, dat bedoel ik niet. Ik bedoel, de wethouder kan ook even nakijken en de raad informeren wat het nou is. Staat er een fout in de begroting of klopt de informatie van de wethouder niet? Het lijkt alsof we in een impasse raken. Mevrouw Kips. Het is natuurlijk makkelijk om de volgende zin er dan eventjes uit te halen. Dat staat er inderdaad, maar daar staat achter ook nog dat het de bedoeling is dat dat mensen uitstromen naar een definitief uitbijstand. Want dat is de zin die ernaast staat. Dus het staat helemaal niet dat het maar voor een half jaar is. Voorzitter, dan wil ik ook graag in detail treden, want er staat in principe gaan uitstromen. Dus dat is geen vaststaand feit. Dus op dit moment is het voor een half jaar. Ja. Wethouder, was u klaar met uw beantwoording? U gelooft het wel. Mevrouw Josias ontkent dat. Ik had nog een derde vraag over ons abonnement. Dat was ook van financiële aard.
Wethouder, er is nog een vraag over een abonnement. Wethouder. Dat hadden we echt afgesproken. Ik verstond een abonnement. Denk ik. Heb ik iets gemist in de moties? Maar los daarvan, het is een amendement, dat klopt inderdaad. Kijk, u heeft altijd het budgetrecht. Dus u heeft het toegekoppeld aan de gebiedsontwikkeling en ook de marktoriëntatie. Die twee zijn ook qua tijdsfasering lastig op elkaar aan te laten sluiten. Wat ik wel zou kunnen zeggen is, als we verder zijn met de marktoriëntatie, ook de keuze die we moeten maken in de gebiedsontwikkeling, nog eens een keer terugkijken, en dat moeten we eigenlijk elk jaar doen, wat de capaciteit is die nodig is ten behoeve van de zelfstandige organisatie voor de Floriade, moet ik zeggen. Ja, want dit is een inschatting wat nodig is tot en met 2023 uit mijn hoofd geredeneerd. Maar het is altijd verstandig en u gaat er uiteindelijk zelf over elk jaar of dat voldoende is en over de nieuwe inzichten tot een andere afweging moeten leiden. Op het moment dat wij de marktoriëntatie hebben gehad en de gebiedsontwikkeling en ook de keuze hebben gemaakt, gaan we het zelf doen of doen we het anders laten doen, kan dat ook consequenties hebben voor de capaciteit. Dus dan moeten we ook weer terug gaan kijken. Hoe hadden we het toen bedacht en hoe staan we er nu in? Dus als u bedoelt omdat het wel op een moment in de tijd bij elkaar te weer te zetten en te kijken of het nog consequenties heeft, dan zeg ik nu dat toe. Maar het is nu te vroeg om daar nu al op vooruit te lopen. En dat is eigenlijk de kern. We weten nu wat nodig is. Mocht er in de toekomst andere ontwikkelingen zijn, niet tot een andere afweging moeten leiden ten aanzien van de capaciteit, moeten we ook opnieuw bij u, denk ik, toch even terugkijken wat dat betekent. En elk jaar moeten we natuurlijk sowieso de aanvragen die we hebben voor de begroting ook motiveren en of er nieuwe inzichten zijn. Dus en zo heb ik in ieder geval het amendement ook geïnterpreteerd. Dan waren er nog meer. Zal ik de andere vraag ook maar even een keer noemen? Ik zag het. Ja, mag straks. Oké. Okay. Gaat u verder. Er waren ook wat vragen nog over die geluidswerende voorzieningen. Ja, uiteraard, dat was een van de vraagstukken ook al die in de gebiedsontwikkeling naar voren kwamen. Geluid is een probleem en het geluid kun je het beste aanpakken bij de bron. En de bron zit bij de auto en zolang er nog niet op lucht wordt gereden, zullen die wielen geluid veroorzaken. Dus dan moet je vooral in het wegdek de oplossing zoeken. Dat is mogelijk, alleen we hebben wel een tijdsprobleem. Je zou eigenlijk moeten zeggen, dan zou die investering in het wegdek een verstandige zijn. Niet alleen trouwens voor de Floriade, want ook de mensen in de Filmwijk zouden daarvan kunnen profiteren. Omdat er nog wel degelijk een plek is, een deel is wat ook bij de Filmwijk speelt. En waar geen geluidswal geprogrammeerd staat. Dus die hebben er ook al eerder bij ons op aangedrongen. Maar de keuze om dat te doen, hebben wij in ieder geval nu geen middelen voor gevonden. En ik vind het ook dat het belangrijk is dat dat een afweging moet zijn op het moment dat wij die gebiedsontwikkeling en ook een deugdelijke grondexploitatie kunnen laten zien. En dan kun je ook de afweging maken of die investering op die manier ook verantwoord is. Daar werken we nu aan. Dus dat betekent dat we nu niet de investeringsbeslissing aan u voorleggen. Maar die investeringsbeslissing hebben we ook in overleg met Rijkswaterstaat wel weten uit te stellen. Zodat we nog rondom de gebiedsontwikkeling ook die afweging kunnen maken. Want dat is wel de meest effectieve maatregel uiteindelijk. Mevrouw de Zuma. Gaat u gang. Dank u wel, voorzitter. Heeft het college al enig zicht op het bedrag waar we het over hebben? Ongeveer. Als je de hangt van of je het beheer meeneemt of niet. Even zonder het beheer kijk ik even naar mijn. Met beheer. Huh? Ja, inclusief beheer 20 jaar. Ja, ik zie Filmwijk, is dat op? 4,7, 4,6, dan heb je de investeringen op het wegdek, zowel voor de Filmwijk, want die gaan dan ook flink op vooruit, en het beheer voor 20 jaar zit daar dan mee. Ja. Graag de microfoon gebruiken, mevrouw de Zuma. 7,6 uit mijn hoofd, maar dat zal niet zo in die buurt zitten ongeveer, als u de orde van grootte wilt hebben. En dat moet uiteraard ten behoeve van de gebiedsontwikkeling ook een plek krijgen in de kosten en de baten met zich meebrengen. Dus anders is het uit balans. En die afweging zijn we nu druk mee bezig. Ook kijken of er nog andere maatregelen zijn. Maar het beeld is wel dat dat de beste, meest effectief is en ook aan de bron uiteindelijk het beste helpt. Voor de hele gebiedsontwikkeling, inclusief de mensen in de Filmwijk. Wetlands is wel even over gezegd. Uit AJA gelden nemen we nu ook mee, neem ik aan. Dat doen we straks. Oké. Okay. Nou, dan wacht ik even. Dan heb ik volgens mij
Oh ja, de PVV claimt nu ineens een enquête als hun gelijk. De vraag was, is 39% maakt zich zorgen over de vorige jaren? Dat kunt u uit de enquête concluderen. Niet dat ze niet zien zitten, want dat is niet gevraagd. Tweede is er wel de vraag relevant van... als nu straks een ander resultaat komt... dat er bijvoorbeeld 50% of 60%, wat uit eerder onderzoeken... wel positief staat tegenover de vorige jaren. Bent u dan nog namens de bewoners bezig of blijft u gewoon bij uw standpunt? Dus ongeacht wat dat voor beeld oplevert, dan doet het eigenlijk niet toe. Dan gebruikt u het gewoon wanneer het u uitkomt. De Jansen, u wordt geadresseerd. Gaat u gaan? Nou, voorzitter, op het moment dat 50% of 60% voorstander is... dan zijn er nog steeds of 50% of 40% ook tegen. En daar zullen we voor blijven knokken. Oké, dus dat maakt eigenlijk niet uit. U blijft toch bij uw standpunt wat eruit de enquête ook komt. Begrijp ik. Wij zijn tegenstander van het vorige jaar. Dan moet je ook niet zo doen alsof nu ineens u tot een andere inzicht bent gekomen. Maar, hè, dus, en als u de enquête gebruikt, gebruik het dan wel zoals het er ook staat. Voorzitter, met alle respect, wij hebben dat helemaal niet beweerd dat we tot een ander inzicht zijn gekomen. We hebben aangegeven, de enquête wijst iets uit, 79% tegen. En wij zijn überhaupt tegenstander van de Floriade. U zult het ook zien in het verkiezingsprogramma. Dat verbaast me niks. Maar ik zou wel graag de enquête ook zelf recht doen. Als mensen zich zorgen maken, dan maken mensen zich zorgen. En moet je dat niet voor je politieke karretje spannen. Daar wou ik het bij laten. Dank u wel. Ik kijk even de zaal rond. Mevrouw Joosjassen. Ja, voorzitter. VVD blijft toch bij dat punt. En nogmaals, ik heb het ook bij de voortgangsrapportage aangegeven. Wij voelen een vorm van chagrijn opkomen op het moment dat wij keer op keer de volgordes gaan omdraaien. Kijk, wethouder Pol heeft al aangegeven. Hè, er is een mouw te passen aan het feit dat we het werkplan nog niet besproken hebben. Floriade werkplan nog niet besproken hebben. En dan kunnen we desnoods onder voorbehoud of een reservering doen. Maar wat ons gewoon tegenvalt, is dat wij een paar maanden geleden met een abonnement komen. Waarin wij klip en klaar in het abonnement dit koppelen. Hè, het feit van die 3,8 miljoen aan het marktverkenning. U heeft toen op geen enkel moment geopperd van, goh, dat moet je loskoppelen, want misschien komen we pas later naar de raad. En er wordt ook niet in de begroting iets over gezegd. Kijk, als u nou een deel van de tekst hieraan had besteed en had gezegd van, hè, er ligt een motie of een abonnement van de VVD en GroenLinks aan ten grondslag, en om die en die reden hebben we dat niet kunnen waarmaken, dan hadden wij meer begrip voor. Maar ik vind dit wordt voor ons een beetje jammer. We zien het bij het werkbedrijf, we zien het nu hier, en dat zint ons niet zo. Op deze manier de bespreking. Ik heb toen al aangegeven dat die verbinding die u daarin legt niet zo verstandig leek, omdat het echt twee processen apart zijn. Dit is voor de organisatie om te gaan versterken. Anders, zonder dat, kun je ook niet eens de gebiedsontwikkeling in gang zetten die we nu en de marktoriëntatie die nu gaande is. U koppelde dat aan elkaar. Ik heb toen ook ervoor gewezen dat zijn toch wel twee trajecten. Dit maakt het mogelijk om het te doen. En op enig moment komen daar een aantal conclusies uit. En dan is het ook het moment, denk ik, om verstandig weer terug te kijken. Hebben we nog de goede uitgangspunten ten aanzien van de organisatie? Maar dat is dan wel het moment. Dus wat ik toen zei, blijf ik ook nu zeggen. Dus kies dan wel op het moment dat u alle informatie hebt. Dit was nodig om sowieso het tempo en te verhogen. En ook de kwaliteit van de stukken te verhogen. Nou, dat is volgens mij ook naar uw tevredenheid gebeurd. En dan komt er altijd een moment dat we hier terug moeten kijken, ook bij de midterm review. Heb je de goede capaciteit en is daar nog een nieuw inzicht wat tot een andere afweging moet leiden? Dat ben ik helemaal met u eens, maar doe het wel op het goede moment. Wethouder, u noemt, en dat deed u straks in de beantwoording ook, het woord toezegging. Kunt u dan even precies aangeven wat u toezegt en wat dan de termijn is? Wat wij doen is natuurlijk elke keer bij de aanvraag, bij de begroting, ook voor de capaciteit die we nodig hebben, nieuwe inzichten verwerven. Dus we moeten ons nieuw elke keer weer motiveren waarom dit nodig is, of wat andere inzichten zijn, bijvoorbeeld de gebiedsontwikkeling, die tot een andere afweging moeten leiden. Dus ik zeg toe dat we die motivering over de omvang van de capaciteit ook nadrukkelijk in de begroting elk jaar weer doen. Dat is ook onze plicht. Ja, u mag iets toevoegen. Misschien nog even vanuit financieel technische zin. Want we hebben wel degelijk ook gekeken naar hoe geef je nou dat abonnement op de beste manier vorm. En dat ziet u doordat we het bedrag in één keer in de reserve voor de Floriade storten, die 3,8 miljoen. En daar vervolgens wel al inzicht geven aan hoe we die onttrekkingen de komende jaren gaan doen. Maar dat ook gewoon de komende jaren elke keer in de begroting gewoon inzichtelijk zullen moeten maken. Daarmee houdt u ook ieder jaar, we hadden hem ook nu gewoon in de begroting kunnen wegschrijven. Daarmee was het een feit geworden, had u het in, omdat het een mutatiebegroting is, een beetje een woord dat vaker valt vanavond, had u daarmee nooit meer teruggezien. Maar omdat het nu in de reserve staat en dat daar ieder jaar gewoon uit onttrokken zal worden, heeft u hier een inzicht gekregen in hoe wij denken dat de komende jaren te gaan doen, maar zal dat ieder jaar gewoon terugkomen. Dat is ook wel, in technische zin, een manier om
invulling te geven aan dat amendement. Dus dat is wel de reden waarom we voor die weg, die enigszins omslachtig is, gekozen hebben, zodat het ook zichtbaar blijft voor de gemeenteraad. Ik kijk even de zaal rond. Is er nog behoefte aan een tweede termijn? Of kunnen we over naar een aanjaar gelden? Bedank ik wethouder Pol voor zijn bijdrage. En dan begin ik op rechts bij de heer Iskender. Gaat u gaan. Ik zal heel even wachten tot de ambtenaren ook gewisseld zijn. Misschien kunnen we voor de filmopname doen alsof er heel veel mensen nog in de zaal zitten. Nee, de aanjaargelden, wonen en wijken. Volgens onze mooie projecten, geen op- of aanmerkingen. Wel een toevoeging die we willen doorvoeren. Het gaat over het splitsen van woningen. Wij zien het splitsen van woningen als een kans die we zouden moeten onderzoeken om te kunnen kijken of we op die manier tot een woningvoorraad kunnen komen in onze stad die meer aansluit bij de behoeftes, ook op het gebied van sociaal. Dus wij zullen een motie indienen om het potentieel in onze stad om woningen te splitsen, om dat onderzocht te krijgen. En dan overwegen wij om het project transformatie binnenstedelijke bedrijfsterreinen en kantoorstroken, om dat te amenderen, daar wat extra geld naartoe te stoppen. Zodat we niet alleen naar de bedrijfsterreinen kijken en de kantoorpanden, maar ook gewoon naar de woningvoorraad in de stad, zowel particulier als corporatiebezit, om te kijken wat daarvan gesplitst zou kunnen worden. En in de motie zullen we ook opnemen dat niet gekeken moet worden naar woningen waar op dit moment een schaarste voor is, maar vooral woningen waar op dit moment een overschot aan is. Dank u wel. Dus er komt een motie aan, getiteld woningsplitsing of zo. Mooi. Sorry, ik denk dat het zelfs een amendement zou moeten zijn. Een amendement. Hij staat in ieder geval genoteerd. Ik ga naar mevrouw Kips. Gaat u gang, GroenLinks. Dank u wel, voorzitter. Ik ga er even kort doorheen door die aanjaargelden. Eerst even een algemene opmerking over. We hadden oorspronkelijk dus weliswaar laatste aanjaargelden, een keer dat we van dit college de aanjaargelden. Een van de dingen die langzamerhand een beetje uit beeld zijn gegeven is duidelijk aangeven waar de cofinanciering zit. Soms gebeurt dat wel en soms gebeurt dat iets. Dat is een beetje een storend puntje. Maar dat was een losse opmerking. Tiny Forest, prima project. Ga ik verder niks zeggen. Hartstikke mooi project van het IVN. Wetlands Almere, hartstikke mooi project. Geen enkele opmerking over. Goud in Almere is vorige week en de week daarvoor uit en te na besproken. Heb ik ook geen opmerking over. Transformatie the next level. Dat is uitstekend. Van individuele panden naar meer gebiedgericht werken. Waar we wel graag aandacht voor zouden willen, is dan de uitvoerders. Wie de uitvoer van die transformatie doet. Want waar we voor willen waken is dat dat te grootschalig wordt en dat het voor het grote geld gaat. En afhankelijk van het antwoord van de wethouder, van hoe die daar eigenlijk tegenaan kijkt. Want wij willen toch ook wel kleinschalige projecten de kans geven. Of misschien zelfs individuen de kans geven om dat te doen. Gaan we daar eventueel motie voor indienen. En dan wel even een keuzepuntje. De architectuurprijs. Je geld voor de architectuurprijs. Dat idee is uiteraard aansprekend. De vraag is alleen of we op basis hiervan kunnen concurreren met bijvoorbeeld Rotterdam, die een veel beter en veel mooier doel, een veel passender bij Rotterdam doel bij de stad heeft bedacht en uitgewerkt heeft. Dan vind ik dat doel wat hier geformuleerd is vrij niet echt onderscheidend. De vraag is ook, wat jaagt dit nu aan? Hebben wij een probleem op dit moment bij architectuur? Gaan we minder architectonisch hoogstaande ontwerpen aantrekken als we het niet doen? Et cetera, et cetera. Daar hebben we nog wel wat bedenkingen aan. Niet zozeer bij het idee, maar wel of dat nu op dit moment de juiste manier is om aanjaargelden daarvoor aan te wenden. Want als het erop aankomt, zouden wij liever voor het alternatief nieuwbouw zonder gas gaan. Of in elk geval een deel daarvan.
En mocht het nodig zijn, dan zullen wij ook een motie daarover aan indienen. Ik hoor een hoop gemompel, dus dat voorspelt wat. De heer Iskender, gaat uw gang. Ja, voorzitter, ik deed het net voorkomen alsof het amendement wat ik aankondigde, alsof het een idee van de Partij van de Arbeid is. Dat is niet juist, hij is van zowel de Partij van de Arbeid als Leefbaar Almere. Oké. Mevrouw Kips, gaat u verder? Nou, ik was klaar. Nou, dat is helemaal mooi. Dan ga ik over naar uw buurman, meneer De Kapt van Leefbaar Almere. Ja, die zit sinds een seconde of 10 zonder tekst. Na de bijdrage van de PvdA dat wij even meekijken bij dat amendement. Wat eerst een motie was en volgens mevrouw Joosjes een abonnement is. Nou goed, we kijken daarbij mee. Voor de rest vinden we experimenten natuurlijk altijd goed. Als er op een gegeven moment maar wat nuttigs uitkomt voor de persoon die tegenwoordig de gewone man heet of zoiets. Dus dat mensen die gewoon in het bijzonder niet bijzonder zijn, er ook gewoon mee van kunnen profiteren of er iets van merken. Nou, dat zullen we natuurlijk volgen, want het iets mag best elitair zijn, maar liever niet te lang. En voor de rest is het prima. Kijk ik even mee met het amendement van de PvdA. Dank u. Toch best nog een hoop woorden voor iemand die net het woord ontnomen was met één zinnetje. Ik ga naar de heer Busby van D66. Gaat u gang. Dank u wel, voorzitter. Ik sluit me aan bij de woorden van mevrouw Kips ten opzichte van de cofinanciering, die soms niet heel duidelijk uit stukken naar voren komt of er niet lijkt te zijn, zoals het er nu in staat. Ik zal eens even kort doorlopen. De Tiny Forest, daar zijn we heel erg voor. Goed initiatief. Bij de wetlands hebben we alleen nog wel een vraag aan de wethouder wat de aanjagende impuls hiervan is. Want het lijkt heel erg alsof dit een project is wat al jaren bestaat, maar nu hierdoor eigenlijk eenmalig gefinancierd kan worden. Goud in Almere, uitgebreid besproken de afgelopen paar weken in een carousel, geen vraag over. Transformatie in de binnenstedelijke bedrijfsterreinen. Heeft de wethouder al een beeld naar welke gebieden ze gaan kijken in Almere? En als er dus een focus wordt gelegd of dat niet een bedreiging kan zijn voor eventuele toekomstige bedrijfsmatige ontwikkelingen in die gebieden. Zodat je niet later denkt, ah shit, hadden we dat nou maar niet op die plek gedaan. Hopelijk kan de wethouder daar een beeld bij geven. Architectuurprijs Almere. GroenLinks heeft het net al gezegd. We zijn... Ik ben die laatste vraag even kwijt. Want oh, sorry. Ik zat in de wetlands. De laatste vraag ging over de transformatie binnen stedelijke bedrijfsterreinen. Van of de wethouder al een beeld heeft welke gebieden die daarop wil focussen. En of dat de bedrijfsmatige ontwikkeling niet in de toekomst in de weg kan staan. Omdat er dan opeens mensen wonen. Architectuurprijs sluit ik me aan bij wat eerder is gezegd. We steunen het idee. Maar omdat het nu eenmalig uit de papieren komt, zoals wij het nu lezen, zien wij het langdurige effect van deze impuls niet. En er zijn al heel veel architectonische prijzen die vergeven worden. En Almere bouwt volgens mij nog steeds heel architectonisch. We zien nu niet helemaal de toegevoegde waarde. Misschien kan de wethouder ons van gedachten doen veranderen. De centrummanager Almere Buiten, daar zei ChristenUnie net ook al wat over. Daar missen we ook nog een beetje de toegevoegde waarde van de aanjaggelden. Want het lijkt erop alsof het gewoon een senior is die nu met dit geld bekostigd gaat worden. Maar weer de vraag, misschien kan de wethouder ons van gedachten doen veranderen. En over alternatief bouwen bij nieuwbouw en gas. Meer een opmerking van probeer als Almere niet alleen het wiel uit te vinden. Koppel dit vooral aan de MRA. Want heel veel steden en gebieden in Nederland zijn met deze vraag bezig.
En als we ergens kunnen aansluiten of gemeentes kunnen enthousiasmeren om hier samen naar te kijken, dan krijg je gewoon een veel bredere armslag en hopelijk ook een heel groot effectief resultaat. Dat over de aaiergelden. Dank u wel. Dan ga ik naar de overkant, mevrouw De Zuma van de SP. Gaat uw gang. Dank u wel, voorzitter. Ook ik ga dat vanuit co-financieren even aanhalen. Dat vond ik ook jammer dat we dat niet terugvinden. Maar ik vond ook dat onze keuzemogelijkheden redelijk beperkt waren. Er is maar één reserveproject op alle projecten en dat is nieuwbouw zonder gas. Dan even op de afzonderlijke onderwerpen in. Tiny Forest lijkt ons erg leuk. Wel jammer dat er eerst heel veel groen moet verdwijnen en dat er dan kleine bossen voor terugkomen. Bij de wetlands in Almere, de natuuroevers van Poort naar de Noorderplassen, vragen wij ons af van hoe gaat zich dat verhouden met de wensen die het college heeft met betrekking tot de Vijfhoek. Dan bij onderwijs vonden wij een post apparaatskosten en die kunnen we niet zo goed plaatsen onder aanjaaggelden. Dus onze vraag aan de wethouder is hoe moet ik apparaatskosten in aanjaaggelden zien? Bij onderwijs is een post apparaatskosten 11%. Nou, dat staat onder het kopje onderwijs. Ja, maar het is geen woon- en wijken. Het staat onder aanjaaggelden. Geen woon- en wijken. Oké. Okay. De vraag gaat ergens anders terechtkomen. Dan was ik klaar met mijn vragen. Dank u wel. De heer Jansen van de PVV, last but not least. Voorzitter, ik zal me beperken tot wonen en wijken, dus ook richting GroenLinks. Ik ga niks zeggen over cultuur. De aanjaaggelden wordt hier een lijstje verstrekt. Wat wij zelf onzinnig vinden is de architectuurprijs. De wetlands zien wij niet als noodzaak. Nieuwbouw zonder gas vinden we ook een beetje raar om daar zo fors op in te zetten. Centrummanager Almere Buiten, dat is door twee partijen al eerder genoemd. Eigenlijk is het triest dat dit misschien wel nodig is. Want wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat de invoering van betaald parkeren onder andere dit tot gevolg heeft. Dus de vraag is of dit misschien te maken heeft met fouten uit het verleden, waar we misschien van gaan leren in de toekomst. En de andere punten, ja, daar kunnen we ons op zich wel aardig in vinden. Ook goud in Almere hebben we het ook over gehad vorige week. Tiny Forests, ja, ik kan me er weinig bij voorstellen. Het enige wat ik wel apart vind is dat we dan wel groene stroken op sommige plekken bebouwen en dan nu Tiny Forests gaan creëren. Dan ben je volgens mij het een voor het ander aan het inruilen. Maar goed, misschien ben ik wel te simpel. Dan wil ik het graag bij later, voorzitter. Dank u wel. Dank u wel. Dan ga ik naar de wethouder. Gaat u gaan. Even beginnen met het splitsen, want daar was in ieder geval door twee partijen in ieder geval een motie of een amendement aangekondigd. Splitsen zit al in, als pilot ook in Goud in Almere. Dus ik ben even weten, wilt u dat verhogen? Of, want er loopt al een pilot, splitsen. Want het, ik ben met u eens, dat biedt veel mogelijkheden. Juist in de woningensfeer heb je in één keer twee kleine huisjes, zal ik maar zeggen. En degene die er woont heeft ook nog een financieel voordeel bij. Die pilot loopt in een van de wijken nu. Wordt ook aan een voorbeeldwijk of voorbeeldstraat, moet ik zeggen, voor ingericht en daarmee eigenlijk ook laten zien dat het kan. En voor Almeerse begrippen is het relatief nieuw, maar wel kansrijk. Dus wilt u dat gaan verhogen? Of, en ik hoorde niet een dekking daarbij, maar dat kan ook later komen. Maar ik was even confuus over wat... wilt u dat die pilot versterken? Want die richt zich juist op de particuliere sector en op woningen. Er is 30.000 voor gereserveerd in het bedrag wat bij Goud in Almere staat. Wethouder, zullen we eerst even het antwoord... Dat mag, dat is aan u, voorzitter. Dat is voor mij ook helder. Doet u maar, heer Eskender. De motie moet nog uitgewerkt worden, of tenminste het amendement moet nog uitgewerkt worden. Maar er zal zo'n dekking worden opgenomen, want ik kan het college natuurlijk niet wegsturen met een onuitvoerbare opdracht. Met het amendement wordt beoogd om een soort van quick scan te maken van de hele stad, om het potentieel inzichtelijk te maken. En dat gaat verder dan de huidige pilot, waar we heel benieuwd naar zijn, naar de uitkomsten. Die ons volgens mij ook vooral veel gaan vertellen over hoe dat dan in de uitvoering werkt en waar je daar dan tegenaan loopt. Dus het gaat echt om een quickscan om het potentieel van de hele stad inzichtelijk te maken. Oké, dank u wel. Wethouder gaat u helder, maar dan zou ik u adviseren om dat vooral ook te koppelen aan de pilot en daarmee eigenlijk een soort doorstart als je dit
nu ziet, waar zou het nog meer kunnen. Hè? Dan doen we enerzijds een voorbeeldje hoe het kan. En anderzijds een mogelijkheid van hoe het verder in de stad zou kunnen worden ingevuld. Dus dan zoek ik vooral ook even te kijken hoe je het zou kunnen koppelen aan de pilot waar we wel ook middelen voor vrijmaken. Maar daar zit die brede scan niet in, dat klopt inderdaad. Een aantal vragen hebben gesteld over die cofinanciering. En daar waar mogelijk hebben we het wel gezegd. En het Tiny Forest zit de cofinanciering bij, Wetland zit de cofinanciering bij. Goud in Almere in de maatregelensfeer natuurlijk wel, want dat kunnen we niet alleen. Transformatie is uiteraard nog niet bekend wie dat gaat doen. Dat zitten we nog aan het begin van de aanpak eigenlijk. Architectuurprijzen willen OBA en anderen wel ook mee betalen en mee financieren. Cultuurfonds is betrokken bij de invulling als u daar middelen voor vrijmaakt. En centrummanager is ook een onderdeel van een samenwerking die we hebben met de ondernemers daar. En dit is eigenlijk een versterking van het centrummanagement vanuit de winkeliers. Omdat buiten haven hebben we al over gehad. Daar is nu een centrummanager bezig die met mooie plannen binnenkort ook naar u toe kan komen. Maar in buiten zien we ook wel vraagstukken van leegstand en het zorgen dat het centrumgebied ook aantrekkelijker wordt de komende periode. En daar is deze functie ook voor bedoeld, om dat aan te gaan jagen. Maar de cofinanciering zit er dus wel in. We hebben wel iets losser gelaten ook als college, omdat we daarmee ook nieuw beleid ook via aanjaaggelden iets makkelijker konden realiseren. En aanjagen in de laatste 3 maanden is natuurlijk ook even de vraag. We zitten nog maar aan een relatief klein deel van het jaar. We kunnen wel een start maken, maar daarmee is de cofinanciering wat losser gelaten dan andere jaren. Als u dat heeft gezien, dan klopt dat op dat vlak. Misschien hadden we dat in de aanbiedingsbrief nog even expressief moeten noemen, dat we iets anders met de aanjaargelden zijn omgegaan dan andere jaren in verband met het laatste jaar. De structuurprijs, wat is de doelstelling van de Tiny Forest? Uiteraard bomen neerzetten, maar vooral een grotere biodiversiteit in die bomen. Dat is een concept wat ook is aankomen waaien, waar we denk ik juist in het Almeerse prima mee uit de voeten kunnen, omdat we daarmee eigenlijk diverse groen kunnen realiseren. En ook gekoppeld is aan het creëren van meer ontmoetingsplekken in de stad. Want daar biedt dit concept ook mogelijkheden voor. Dat gaan we uitproberen in haven en in Poort, waar ook best wel wat bomen bij kunnen op dat vlak. En u stelt, er zijn heel veel bomen weggehaald, dat klopt. Maar die komen ook terug, alleen op een andere plek. De boscompensatie voor de Rijksweg. Die komt in het nieuwe natuur in Eemvallei natuurlijk massaal weer terug. Want daar wordt de boscompensatie ook verder geregeld. Alleen de mensen die daar dichtbij wonen hebben daar wat minder aan. En dus vandaar hebben we ook gezocht naar concepten die wat dichterbij komen. En ik wil eigenlijk ook sowieso dat de boscompensatie in deze stad dichter bij de mensen terechtkomt. Want waarom zou je die allemaal buiten het centrum zetten als je die ook wat dichter weer in de stad zou kunnen brengen. Dus daar zijn we nu mee bezig om te kijken hoe je eigenlijk die boscompensatie niet weg van je weg organiseert, maar eigenlijk weer terug de stad in organiseert. Maar dan moeten we wat regeltjes aanpassen hier en daar. Dus, de wetlands hebben niks te maken met de Vijfhoek, want dit gaat over de verbinding tussen Poort en Noorderplassen. Wethouder, mag ik u onderbreken, want ik begrijp dat de heer Jansen toch nog een vraag heeft over de bomen. Ja, dan toch over die tiny forests, want ik geef net ook heel duidelijk aan, we zijn groene stroken, aan een enkele plek in de stad zijn we aan het bouwen. En dan gaan we tiny forests in het stad halen naar de mensen toe. Terwijl we volgens mij juist in de afgelopen periode groene stroken bij de mensen weghalen. Kunt u dat dan toelichten? Nou ja, dat is een aanweging van belangen uiteraard. Daar waar het verantwoord is om ook woningen toe te voegen en ook noodzakelijk is om woningen toe te voegen, is die afweging daar gevallen. Maar dat betekent niet dat je op andere plekken wellicht meer groen terug de stad in kan brengen. Dus die twee zijn prima te combineren op basis van de afweging die je moet maken soms in de stad. Ik voorstel, dat is inderdaad een afweging van voor's en tegens. Maar ik denk dat de mensen waar het om gaat, die hun stukje groen kwijtraken, die mening van u niet delen. Dat begrijp ik. Maar de mensen die uiteindelijk daar in die woning komen, die zullen blij zijn dat ze een woningje hebben gekregen in die stad. Dus ja, ook daar zijn twee verhalen voor te vertellen. De doelstelling van de architectuurprijs. Het is een relatief klein bedrag, dat klopt. Maar we willen eigenlijk ook meer waardering uitspreken via die prijs voor wat er in de stad gebouwd wordt. We hebben al discussies over trots zijn op de stad. Via die prijs en over de invulling, dan zullen we uiteraard ook dan nog een nader voorstel aan u moeten toesturen.
Het gaat niet alleen over de woningen, het gaat ook om de stedelijke ontwikkeling plannen. Dus je kan het ook wel breder trekken dan alleen maar een woning of een gebouw. Maar het gaat vooral over het waarderen wat er ontwikkeld wordt. En aan de hand van wat er ontwikkeld wordt, ook een discussie te hebben over de kwaliteit van de stad. Wat voeg je toe en waarom? En dat biedt de prijs een mooie gelegenheid voor. En als je dat zou loslaten op het nieuwbouwen zonder gas, dan ben ik bang dat we daar niet zo heel veel mee bereiken. Ook al is het een alternatief, het plan voor nieuwbouw zonder gas, de gasvrije stad, komt ook naar je toe. Met een aantal scenario's hoe we dat zouden kunnen gaan doen. En voor 95.000 euro kun je ook niet zo heel veel bereiken op dat vlak. Wethouder, ik zag zomaar mevrouw Kips die het woord wil voeren. Gaat uw gang. Ja, ik ga die discussie over de architectuurprijs zo wel even met u aan. Maar dat verbaast me dan dat u een alternatief voorstel doet waarvan u dan achteraf eigenlijk zegt, ja, eigenlijk slaat het nergens op. Dat is iets te ondiplomatiek, dat begrijp ik. Maar eigenlijk in feite zegt u dat. Nou, laat zo zeggen, het is een alternatief, want we moeten daarmee beginnen. En er moeten ook verder dingen nog uitgezocht worden, onderzoeken gedaan worden. Daar is dat bedrag voor bedoeld, dus we moeten de dingen wel doen. Maar we moeten dat sowieso, een ontwikkeling die we sowieso doen. We hebben nog even aangehouden het plan wat we naar u toe sturen in verband met de totstandkoming van het kabinet. Want daar zitten ook weer allerlei nieuwe elementen in die we graag daar onderdeel van laten zijn. Maar dat de beweging van de gasvrije stad moeten maken is zo evident, denk ik. Dus of het nou aanjaargelden zijn of niet, we zullen die aanwerking moeten maken. Alleen je zou het iets sneller kunnen ontwikkelen als daar ook wel aanjaargelden voor beschikbaar zijn. Maar het voorstel is, omdat het ook concreter is, want gasvrije stad, dat zal vooral zijn in projectleiding, in mensen die dat soort dingen gaan doen in de aanjaarfase, in de beginfase. Ja, dat is minder concreet en ook minder betrokken met de organisaties uit de stad. En dat biedt de architectuurprijs veel meer mogelijkheden voor. Als je Rotterdam noemt, dan praten we ook over hele andere bedragen, zeg ik er even bij. Maar dat was u wel bekend. De gasvrije stad met de MRA doen uiteraard. Dat is ook natuurlijk de bedoeling. Alleen we moeten het hier wel op eigen maat knippen. Want we hebben een andere situatie dan andere steden. Ook door het feit dat wij stadsverwarming hebben. Dus de opgave ligt hier wel echt anders. En we hebben een grote groeiopgave ook nog. Dus dat heeft ook consequenties als we dat nadrukkelijk ook meegeven in de nieuwbouwopgave. Dat betekent dat die plannen ook aangepast moeten worden. Want die gingen tot nu toe nog niet uit van een andere toekomst op dat vlak. Maar dan komen we wel binnenkort met u naar u toe met een aantal voorstellen en een aantal scenario's hoe je dat zou kunnen doen in deze stad. Er was ook nog een vraag naar de gebieden voor de transformatie. Is het al bekend? U heeft daar een tijdje terug ook nog een raadsbrief over gekregen. Die staan er ook in vermeld. Maar voor de volledigheid noem ik ze nog even. De Paal, de Steiger, Kantorenstrook, Louis Armstrongweg en de Ambachtsmarkt, volgens mij. En Randstad 2021. Dat zijn de gebieden waarnaar gekeken wordt. Hoe we dat gaan doen en door wie, daar zijn we nu eigenlijk nog aan het begin, wat de beste aanpak is. En daar wil ik ook graag met u in gesprek gaan, welke gebieden dat dan moeten zijn en wat per gebied ook de beste aanpak is. Maar dat het niet alleen maar weggegeven wordt aan ontwikkelaars, dat zien we dan wel, dat lijkt me evident. Want ik denk dat mensen maken de stad en daar kun je ook juist, denk aan de klusflat die ooit in de Bijlmer is geweest, hebben weliswaar door een ontwikkelaar gedaan, maar mensen hebben eigenlijk die flat opgeknapt op hun manier. Dus er zijn denk ik juist hele leuke vormen te bedenken waarin mensen zelf meer aan de stuur zitten om de transformatie ook vorm te gaan geven. Dan zit ik even nog hard op te denken of ik iets heb vergeten. Dan heb ik volgens mij de meeste vragen beantwoord. Voorzitter, en zo niet, dan hoor ik dat nu wel. Dat denk ik ook. Ik kijk even de zaal rond. Mevrouw Kips, nog een vraag die niet beantwoord is, begrijp ik. Gaat u gang. Nee, ik dacht voor de snelheid laten we maar naar de tweede ronde gaan. Maar ik had niet aanvullende vragen, wel aanvullende opmerkingen. Oké, ik begrijp dat er behoefte is voor een tweede ronde. In ieder geval bij mevrouw Kips en bij de heer Jansen. Begin ik bij mevrouw Kips, gaat u gang. Nou, dat stad zonder gas, nieuwbouw zonder gas,
daar moet u me nogmaals van overtuigen op een ander moment. Dat geloof ik wel. Ik wil toch even terug naar de architectuurprijs. Ik begon ermee te zeggen dat ik het een charmant idee vind. De manier waarop het nu opstaat, is het te... Kijk, als je zoiets doet, en het kan zeker wat toevoegen, dat begrijp ik ook wel. Want het geeft ook wel waardering aan iets waar we goed in zijn. Alleen dan moet je het wel goed doen. En wat nu een beetje het beeld is van, ach, dat klinkt heel denigerend hoor, meer dan ik het doe. Maar zo komt het wel een beetje, ach, laten we een prijsje doen. Want dat is wel leuk. En dan zou ik zeggen, maak er dan iets echt betekenisvol voor, zowel voor het bouwteam, hè, de ontwerper, architect, et cetera, van wat dan ook, want het kan inderdaad meer zijn dan een gebouw. En maak er ook iets meer van voor de doel wat je er met stad als wil. Want als je alleen maar zegt, we willen waardering geven voor de... kan dat ook op hele andere manieren, denk ik. En als je architectuur wil stimuleren, dat doen wij al op een aantal manieren. Bijvoorbeeld particulier opdrachtgever. Dus iets fundamenteler dan het hier staat zou me dan lief zijn. Maar als u mij dan gaat zeggen dat het inderdaad de bedoeling is dat het uitgroeit tot wat fundamenteels, dan word ik al een stuk enthousiaster op dit moment. Dank u wel. De heer Jansen van de PVV gaat er gaan. Eigenlijk niet zozeer een tweede termijn als een aankondiging dat we maar een amendement gaan indienen op de onderdelen die wij niet zo interessant vinden. Alleen, we willen wel ook, en heeft de SP heeft het ook opgemerkt, we willen wel de wethouder op attenderen dat als je de bedragen optelt in wonen en wijken, dat je toch op een ander totaal uitkomt dan de 645.000 die genoemd wordt in de tabel. Dus ik hoop dat de bedragen dan wel kloppen. Want anders kan het zijn dat ons amendement te weinig geld vraagt. Wethouder. Ik zeg u toe dat we de rekensom nog eens nadoen. Dus dat is huiswerk voor de zekerheid. Als er verschil uitkomt, moeten we het even nog terugkoppelen bij u. Het kan ook een verschuiving zijn in de uiteindelijke tekst. Een typfout. Kijk eens aan. De oplossing is al voorhanden. Dus dan moet er een administratieve correctie komen als dat zo is. Dat was het eigenlijk. En de uitnodiging om iets fundamenteels te doen, dat spreekt me aan. Alleen ja, we zitten wel aan het eind van onze bestuursperiode. Dus om nou heel erg al een opzetje te maken voor de toekomst daarna, vonden wij wat te prematuur. Maar we willen daar zeker wel over met u over meedenken. Oké, ik kijk nog heel even de zaal rond. Is alles gezegd? Zijn er nog moties of amendementen vergeten? Mevrouw de Zume? Nee, ik heb geen moties of amendementen aangekondigd, maar ze gaan er zeker komen. En heer Jansen nog? Ja, ik heb wel eens aangekondigd namens de PVV, maar de vraag is even wanneer we het moeten inleveren. Dat ga ik zo vertellen. Dat ga ik dan nu vertellen, laat ik het zo zijn. We hebben volgende week uiteraard geen politieke markt, we hebben reces. Daardoor is ook de Griffie beperkt aanwezig en de Griffie verzoekt om de moties en amendementen eigenlijk zo snel mogelijk in te dienen als dat zou kunnen. Uiterlijk vrijdag de 27e, 11 uur, dat is volgende week vrijdag, maar het liefst veel eerder, zodat ze daar ook voor wat betreft, en dan moet ik even spieken, advisering en de afhandeling van de moties en amendementen hebben ze uiteraard ook tijd nodig en het college ook. Dus het verzoek is om dat zo snel mogelijk te doen. En ik kijk nog één keer rond. Volgens mij zijn we klaar. Dan ga ik bij deze afsluiten. Ik dank jullie wel voor... We hebben zelfs nog 5 minuten over. Ik ben trots op jullie. Fijne avond en wel thuis.